willen ons landschap niet vervuilen. En we willen investeren in meer high-tech. Laat dat de boodschap zijn. Dames en heren, goedenavond. Woensdag 16 maart kiest Almelo een nieuwe gemeenteraad. En dat is al over 3 weken. Hoog tijd dus om de verkiezingscampagne een flinke zet te geven. En dat gaan we vanavond doen met de eerste Almeloze verkiezingsavond, het verkiezingsdebat. Er komt er nog eentje op maandag 7 maart. Dan zijn we hier weer en dan gaan we op herhaling. Welkom dus in Fijn, de lunch- en leesroom van de bibliotheek. Van harte welkom namens de bibliotheek, A-Visie, Tubantia, de 3 partijen die de organisatie ter hand hebben genomen van deze debatreeks. We hebben alle 16 deelnemende partijen uitgenodigd. En ze zijn er allemaal, dus dat is hartstikke mooi. We kunnen bijna beginnen. Mijn naam is Henk van Schuppen van Tubantia en ik doe de presentatie samen met mijn collega Henk Bouwhuis. En die gaat u nu iets meer vertellen in detail over de inhoud van deze avond. Ook van mijn kant, goedenavond. We gaan het als volgt doen. We gaan de avond verdelen over 16 discussieblokken met telkens 4 politici. Die gaan discussiëren, debatteren aan de hand van stellingen. En dat doen ze themagewijs. Elk blok heeft een thema en een blok duurt ongeveer 10 minuten. Alle partijen komen dus 2 sessies aan het woord. Dan geef ik nu het woord voor de eerste ronde aan mijn collega Henk van Schuppen. In Almelo is altijd wat te doen. Vooral het verkeer houdt de Almeloers bezig. Achter mij willen de gemeente Borden en provincie Overijssel de nieuwe N-weg gaan aanleggen. Deze zal daarachterlangs door dit mooie gebied heen kruisen en bij het spoor uitkomen. Behalve dat dit zonde is van dit mooie recreatiestukje en natuurgebied, lost het probleem ook niet op, namelijk zenderen filevaai krijgen. Op het moment dat deze weg wordt aangelegd, geven de verkeersmodellen aan dat er nog steeds 8000 autobewegingen per dag door zenderen zullen rijden. Van knelpunt op verbindingswegen tot het fietsen in de voetgangerszone in de binnenstad. Dan gaan we van start, dan gaan we beginnen. Er staan hier 4 lijsttrekkers op het podium. Ik ga ze aan u voorstellen. Links. Links is het meneer. Fred Gerritsen van Democraten.nu. Welkom. Naast hem Arjen Maathuis, lijsttrekker van de VVD. Daarnaast staat, en u heeft hem al gehoord, Bert Hummels. Dat is links. Welkom. Bert, Leefbaar Almelo. En hier op de rechterkant Sebastiaan Steutelen, PVV. Heren, we gaan het hebben over verkeer. Dat is het thema van dit blokje. Een inleidend vraagje, even kort antwoord. Wat is volgens jullie het moeilijkste verkeerspunt van Almelo? Het drukste, lastigste knelpunt in de stad? Sebastiaan. De knelpunten worden eigenlijk steeds verlegd. Want je ziet bij onderhoud dat ze het lijkt ongepland op strategisch onrendabele plekken. Ik wil één kruising van je horen. Waardoor de doorstroom in de stad gewoon stil komt te liggen. Nee, maar noem eens 1 kruising, een weg, een single. Het grootste probleem is toch de single bij Preston Palace. Ja, oké. Voor de fietsers die daar 's ochtends naar school gaan. Dat is bij het. Hoe heet dat pand? Ja, ja, goed, we kunnen het heel makkelijk maken, Henk. Dat is gewoon de McDonald's. Bij de McDonald's is voor elke Almelo is dat bekend. Dat vind jij ook. Dat is bij Preston. Daar moet je bij Preston, die kruising moet je aanpakken. Niet alleen voor de fietsers, ook voor de ouderen, ook voor het verkeer. En laten we niet vergeten, het Kolleveld groeit, de AVC voetbalvereniging groeit. En dat betekent dat er heel veel verkeersbeweging doorheen moeten. En ons standpunt is en blijft, die moet je aanpakken. Dat punt is gemaakt. Dank meneer Gerritsen en meneer Maathuis. U heeft verstand van verkeer.
portefeuillehouder zelfs. Antwoord op de vraag. Wat is het grootste knelpunt? Klein beetje verstand. Het grootste knelpunt op dit moment is de kleine bunder bij de BMW-dealer en Zwanenberg. Ja. Met de terugslag van al het verkeer op de snelweg op de afslag Almelo-Zuid. En daar gaat in de toekomst wat aan gebeuren, heb ik begrepen. Daar gaat wat aan gebeuren. Ja. Daar heeft de gemeenteraad op voorstel van het college 6 miljoen voor gereserveerd om die weg aan te pakken. Oké. Okay. Ah, nee, heb je... Nee, ja, meneer Gerritsen, punt gehad. Wat een irritante kwast is daar. Die meneer Hummels. Hummels, zeg het maar. Wat is het antwoord van u? Het lastige is dat ik dat ook niet zo netjes kan beantwoorden. De hele van recht een Limburg-singel is voor mij het lastigste geval. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Oké, tot zover. Dit was nog maar een opwarmertje. Want ja, we gaan naar de eerste stelling. In Zenderen, daar weten ze ook wel wat het grootste knelpunt is. Volgens mij het hele dorp Zenderen is een groot knelpunt. En ja, de dorpsbewoners daar, die weten wel dat daar binnen afzienbare tijd iets aan gaat gebeuren. Daar gaat de stelling over. En die stelling die luidt als volgt. Almelo moet zijn knopen tellen en accepteren dat de provincie voor de vloedbeltverbinding, dus de rondweg Zenderen, heeft gekozen. Meneer Hummels, eens of niet eens met deze stelling? En zo ja, waarom niet? Het staat helemaal nergens op, vind ik. De provincie doet wel alsof ze gekozen hebben. En ze zijn het met Borne eens over welk tracé er gekozen moet worden. Maar er is officieel nog niks bepaald. En volgens mij is er nog het een en ander te regelen. Want als Zenderen echt zo'n knooppunt is, dan zouden ze moeten kiezen voor de variant die ook voor Almelo langs het spoor de meest logische is. Mm-hmm. Want dat vermindert het verkeer in Zenderen het meest. Dus die onzin voor die andere trajecten is echt flauwekul. Oké, u gaat voor de spoorvariant, zeg maar. En niet de vloedbeltverbinding zoals die er nu ligt. Meneer Maathuis, ik ben benieuwd. Eens met mijn buurman, ook voorstander van de spoorvariant. Dat er wat voor Zenderen moet gebeuren is klip en klaar. Maar deze oplossing die nu wordt gekozen, die eigenlijk geen oplossing is. Hè. Ze houden nog steeds 8.500 voertuigen in een 30 kilometer zone. Terwijl 30 kilometer zones berekend zijn op maximaal 5.000 voertuigen. Dus ja, ik denk dat het dorp Zenderen blij wordt gemaakt met een dode mus. Als je het dan eens omslaat, hè, 140.000 euro per huishouden daar, wat er gespendeerd wordt aan een rondweg die heel onaantrekkelijk is om straks te nemen. Langs de rand van de gemeentegrens en dan bij ons de 600 meter overheen. Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Dus mijn oproep is, je kunt het geld beter steken in het oplossen van het knooppunt Aaslo-Buren tussen de A1 en de A35. En in de N36, waar het verkeer op dit moment en de veiligheid enorm onder druk staat. Oké, dus niet accepteren, nog geen knopen tellen. Nee, zijn we nog niet mee klaar. Meneer Gerritsen. Voorlopig niet. Nou ja, goed, laten we zeggen, knopen tellen moet je altijd. Maar we tellen nog eventjes door, want er zijn nog knopen voldoende. Het probleem is niet opgelost. En ik zie gewoon dat voor Almelo, en daar staan we vanavond voor. We staan niet alleen voor Zenderen, maar met effect bij dit eventuele besluit. Is dat je Almelo gewoon tekort doet. En dat betekent dat je gewoon, en meneer Hummels verwees er ook al even naar, dat betekent dat verrechter Limburg-singel wordt gewoon een drama. Dat stokt, dat geeft gevaarlijke situaties en daar moeten we nou eens een keer met elkaar naar gaan kijken. En wat ik al zie, dat hier een bepaalde verbintenis aan tafel ontstaat, dat we voor die spoorvariant zo moeten gaan. Tuurlijk is er een probleem bij Zenderen, maar het probleem in Almelo moeten we niet onder stoelen of banken steken. Dus het knopen tellen gaan we wel doen, maar ik ben nog niet gestopt, dus de variant is de spoorwegvariant. Ja, dus het is niet zo dat er eigenlijk al een, ja, dat het eigenlijk al een voldongen feit is. Die sfeer is er een beetje, Sebastiaan, steutelen. Nee, bij mijn weten is er alleen een provinciaal inpassingsplan aangekondigd. Maar is die er nog niet. Maar leuk verhaal wat we net horen over dat wij het probleem van Zenderen hier niet mee oplossen. Maar wij staan hier voor Almelo. En ik zou graag willen dat het college, en of dat nou dit college is of het volgende college, ook de problemen aankaart over de Van Rechter en Limburg-singel. En niet de problemen gebeurd van Zenderen. Ja. Nee, u gaat knopen tellen en u gaat inpassen, schikken naar wat de provincie zegt. En u vraagt de provincie om te helpen met het oplossen van de problemen op de Riette-Rolland of op de Van Rechter en Limburg-singel. Ja, maar dat vraagstuk is al aan de orde geweest met de gedeputeerden. En dan zeggen ze gewoon van ja, er zit al autonome groei op de Van Rechter en Limburg-singel. Los het zelf maar op als gemeente Almelo. Dat is onacceptabel. Onze natuur wordt aangetast, de natuur van Bonnebroek wordt aangetast. Het verkeer wordt verplaatst naar Almelo's grondgebied. En we moeten zelf opdraaien voor de kosten. Nou, ik dacht het niet. Maar loopt Almelo niet achter de feiten aan? Want er is toch een bepaalde dynamiek die zegt van de provincie,
die is hier al lang uit met Borne. Die spoorwegvariant is leuk en aardig, meneer Gerritsen, maar die is kansloos. Nou ja, goed, het is een beetje de toon die wordt gezet, is de krant zoals die schrijft. Waar het gewoon om gaat, is het traject wat in wordt gezet, is het doel nog niet meer bereikt. En dat doel gaan we met elkaar nog regelen. En dat betekent dus gewoon heel simpel dat we nu nog de kans hebben om het probleem voor Almelo of voor de op Almeloze maat op te lossen. En we moeten dus een keer wat minder focussen naar de buren, maar in samenwerking zorgen dat we dit probleem hier ook structureel gaan oplossen. Maar het probleem is ook, denk ik, dat het gevoel ontstaat, en we leiden dat ook af aan de uitspraken van wethouder, hoe heet de beste man? De man in Bonne. Die meneer Velten, Martin Velten, die in een commissievergadering in juni 2020 al zei, die spoorvariant die Almelo doorgerekend wil hebben, nou, die nemen we voor de vorm op, maar ik heb met de provincie al gebeld. We zijn er al lang uit. Het wordt de A1, A35 bundeling zoals ze die voorstaan. Dat is toch de sfeer die er op dit moment is. En dan krijg je toch een beetje het gevoel van, ja, Almelo die moest wel voor de vorm aanschuiven aan de bestuurstafel. Maar heeft eigenlijk op inhoud en op de inhoudelijke argumenten die we te bedden brengen, hebben we niks op. Constateer ik een beetje dat jullie het allemaal eens zijn hier. Ik denk niet dat Almelo achter de feiten aanloopt, sorry. Maar ik denk dat de provincie en Borne al doen alsof ze het geregeld hebben. Ja. En dat is meer voor de troepen uitlopen, maar op een onfatsoenlijke manier. Oké, we stoppen even over dit onderwerp. Volgens mij zijn jullie het redelijk eens hierover, constateer ik een beetje. Ja. Ik gooi er nog een andere stelling in. We hebben nog 2 minuten en 20 seconden, dus deze kan kort. Meneer Hummels, daar komt de volgende stelling. En die volgende stelling die luidt: autoverkeer moet weer uit de grote straat worden geweerd. Meneer Hummels. Meneer Steutelen. Absoluut. Sterker nog, fietsverkeer moet uit het winkelgebied worden geweerd. Fietsverkeer ook. Maar wat ons betreft, ook en zeker tijdens de openingstijden van de winkels, misschien met uitzondering van de maandagochtend, moet je daar auto's weren. Dus voor de bevoorrading op maandagochtend zou dat kunnen. Maar wat mij betreft, op het moment dat daar ook voetgangers lopen met kinderen en dat soort dingen om te winkelen, moet je daar geen auto's en ook geen fietsen. Ook geen fietsen. Oké, dat wordt stil dan in de grote straat. Meneer Hummels. Nee, dan gaan we vanzelf meer mensen rondwandelen en dan wordt het juist nog drukker waarschijnlijk. Okay. Wij gaan er nog veel verder in. De auto zou de stad zoveel mogelijk uit moeten. De hele stad? Ja. En waar we beginnen ligt de grens bij dan? De binnenstad. Waar ligt de grens dan? Ja, bij de gemeentegrens. Alle auto's uit de stad? Ja, dat lijkt me het beste. De auto de stad uit, dan krijg je in elk geval een wat schonere omgeving en een wat prettiger verblijfsklimaat in de stad. Veel veiliger, veel minder overlast. Dat is een hilarisch voorstel. Kunnen kinderen gewoon weer buiten spelen, dan ben je van die onzin in de stad af. En al die ruimte, alle auto's uit de stad? Onzin. absoluut niet doen. En ook het verkeer in de grote straat Noord mag best terugkomen, omdat we daar toe gaan aan inkrimping van het winkelgebied. Dus dat betekent andere functies in het gebied. En het winkelgebied, kernwinkelgebied, krimpt dus in. En daar is er ruimte voor de voetganger en de fiets. Terecht ook voor de fiets. Maar het verkeer in de grote straat Noord mag wat ons betreft terug. Ja. Nou, ze hadden het ook, de stelling was grote straat en niet alleen grote straat Noord. En, nee, maar ik vul hem daar niet over. Anders is het niet eerlijk. Meneer Gerritsen heeft nog een halve minuut. Laten we heel duidelijk zijn. Het autoverkeer moet gewoon uit de grote straat. Eruit, laat het duidelijk zijn. En het fietsverkeer moet wel blijven, maar moet gestroomlijnd worden. Dat betekent dat op dit moment kriskras iedereen er doorheen sjeest. En ik dat je daar dus gewoon. Ik heb nooit een fiets gezien, meneer Gerritsen. Nee, klopt, maar dat is niet zo erg. En dat betekent dat andere mensen daar gewoon last van hebben. Dus auto's is uw vraag. Moet je weer naar uit de binnenstad? Of uit de grote straat, zoals je specifiek vraagt. En het fietsverkeer moet je stroomleiden. Want de mensen moeten er gewoon wel op een makkelijke manier naar de winkels komen die er nog zijn. En ik kijk naar de laatste. De minuut is voorbij. Ik dank u allen zeer voor deze ronde. Applaus graag. Almelo telt ongeveer 60 boerenbedrijven. Maar één houdt de gemoederen al jaren bezig. Mag er een megastal voor 16.000 varkens komen in Aderop? Met onze familie hebben wij een 1200 zeugen met alle bijbehorende biggen en een klein aantal vleesvarkens. Op dit moment is dat op één locatie, ja. We hebben een andere locatie, die hebben we vorig jaar inmiddels afgestaan aan de gemeente Almelo. Die is leeggedraaid. Nou ja, en we proberen op onze thuislocatie aan de Scharrelstraat, willen we dat weer erbij hebben, zeg maar. En zo doen we gestaag groeien. Nou, we beginnen met blok 2. En blok 2 doen mee Patricia Pol van het Forum voor Rechts, Frits Axe van de SP. Daarnaast staat Jorien
Geerding van de Partij van de Arbeid en Louis Kampman van Lokaal Almelo samen. Het gaat over landbouw. En eerst even een vraagje vooraf. Weten jullie hoeveel landbouwbedrijven er zijn in Almelo? Louis. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb echt geen idee hoeveel landbouwbedrijven wij in Almelo hebben. Mevrouw Geerding. Ja, ik weet het niet, maar het staat mij bij dat er iets van 40 zijn. Meneer Aksen? Ik weet het ook niet precies, maar ik denk dat het veel meer zijn. Er konden wel 250 zijn, denk ik. 250. En mevrouw Pol? Ik weet het ook niet, maar ik weet wel dat ik geboren en getogen ben in Vromshoop en dat ik sindsdien alleen maar zie dat alles van Vromshoop tot Almelo, al het landbouw verdwijnt. En dat het dus steeds minder wordt en dat het uiterst zorgwekkend is. Oké, okay. Het zijn er ongeveer 60. En daar werken volgens de onderzoekers van het Kennispunt Twente werken daar 310 mensen. De volgende stelling gaat over een van die landbouwbedrijven. Dat is de Maatschap Dekker in Almelo Noord. Zoals u ongetwijfeld weet is dit een intensieve varkenshouderij die fors wil uitbreiden. En de stelling is als volgt. Een megastal met 16.000 varkens bij Adorf moet kunnen. Meneer Aksen. Nee, ik vind dat dat niet moet kunnen. Ik denk dat we in deze, eigenlijk in dit land eens een keer moeten ophouden, maar denken dat alles onbeperkt kan groeien en kan uitbreiden. We weten gewoon dat dat ongezond is, zo'n megastal, zowel voor de mens als voor het dier. Dus we moeten dat niet doen. We moeten daar een duidelijke grens trekken en desnoods maar wat harder optreden dan de landelijke politiek hierin doet en lokaal zorgen dat we dat niet doen. En we zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, we kopen dat bedrijf uit en gebruiken de vrijgekomen gronden misschien wel voor woningbouw. Maar we zouden daar ook een stukje bedrijventrein kunnen inrichten voor echte maakindustrie. Vlakbij de A36 of N36 okay. En ook vlakbij het kanaal. Okay. Dus waarom dat okay. Niet? Bent u het daarmee eens, mevrouw Pol? Nee, het is bekend dat Forum voor Rechts de mening is toegedaan dat op dit moment alle boeren strategisch worden tegengewerkt om te verdwijnen. Die worden letterlijk verketterd. Daardoor loop je het risico en moet het boeren dus dit soort megastallen wel creëren. Want er is feitelijk steeds minder, en dat heeft u net ook aangegeven, hoe weinig landbouw er nog is. En dat blijkt ook wel hoeveel weinig landbouwbedrijven. Nederland zal ook moeten eten. En dat maakt het dat je eigenlijk gewoon genoodzaakt bent om dit wel toe te staan. Simpelweg, anders krijgen we de flats uit China die hier naartoe komen. Nou, dat lijkt me pas echt ongewenst. Denkt de Partij van de Arbeid er ook zo over, mevrouw Geerding? Nee, geen megastal. Dus wat ons betreft mag die megastal weg, mag die uitgekocht worden. Dat verlies nemen we. En de grond die gebruiken we voor wonen en voor betaalbare wonen voor iedereen in Almelo. Dat is ons standpunt. Meneer Kampman, van Las. Ja, wij zijn ook tegen de komst van nieuwe megastallen, laat ik het zo zeggen. Wat je wel zeg maar, moet meenemen in alle overwegingen, vind ik, dat dit bedrijf er natuurlijk al 20 jaar zit. En dat mag je natuurlijk nooit vergeten. En je moet ook niet vergeten dat het bedrijf eigenlijk twee vestigingen, zeg maar, want het waren vroeger twee vestigingen, één heeft hij al gesloopt, dat hij eigenlijk twee vestigingen wil samenvoegen tot één vestiging. En wij zijn ook wel van mening, en dan moet ik er wel bij zeggen, want wij zijn echt wel tegen megastallen intensieve veehouderij. Maar je moet niet vergeten zeg maar, dat er al afspraken liggen, oude afspraken uit het verleden. En die moet je wel respecteren, vinden wij. Je kunt niet zomaar een bedrijf, zeg maar, van een boerenbedrijf, van vroeger uit, 20 jaar oud, zomaar kapot maken natuurlijk. Maar we hebben toch een stikstofcrisis? Ja, dat wou ik ook zeggen, want de wereld verandert, meneer Kampman. En ik denk dat het goed is dat wij mee veranderen. Die megastal, die draagt niet bij aan de schone wereld. En we hebben huizen nodig. Dus dan gaat het over welke politieke keuzes je hier maakt. Om, wat wil je? En daar merk ik dat Las daar nog niet echt iets meer doet, zeg maar. Maar meneer Kampman, hoe zit het met de stikstofcrisis dan? Nou, als je heel eerlijk bent, zeg maar, dan moet je gewoon kijken naar de stikstofregels in Nederland. Hè? Maar nu zitten we al zeg maar, op een landelijk discussiepunt. Ja. Maar de stikstofregels in Nederland zijn natuurlijk vele malen strenger als bijvoorbeeld in Duitsland. En je moet je afvragen zeg maar, of die stikstofregels wel eerlijk zijn richting de boerenbedrijven. Mevrouw Pol, 16.000 dieren op één plek, is dat wel verstandig?
Nou, zoals ik al aangaf, er is weinig keuze. Hoe de boeren op dit moment in Nederland worden verketterd. Telkens worden getreiterd om weg te gaan. En er is bijna geen landbouwgrond meer over. Dit gaat om een uitbreiding, hè? Dit gaat niet om... Ja, maar die uitbreiding is ook noodzakelijk. We willen toch ook eten in Nederland? En wat willen we dan? Willen we het uit China importeren? Dus je moet ook gewoon realistisch kijken. Als de boeren op deze manier worden behandeld, dat ze telkens worden moeten inkrimpen, betekent dus dat je op één locatie steeds veel meer krijgt om het te exploiteren, om nog hetzelfde resultaat te krijgen. En dit is dus in principe de gedwongen manier waar zij naartoe worden gebracht. Meneer Akse. We moeten naar een hele andere vorm van landbouw. Nederland is op één na grootste producent van landbouwproducten en producten en van dieren voor consumptie. Ja, dat kunnen we gewoon niet maar blijven doen. Deze wereld is een keer eindig voor ons. We moeten onze maatregelen nemen nu. En we hoeven de boeren daar niet te dupe van te laten worden. Maar dan moeten ze gewoon uitkopen en zorgen dat ze een goede vergoeding krijgen. Maar er moet een andere manier komen om ons eten op tafel te krijgen. Daar is er nog een aspect, meneer Kampman. In Adorp, wat er hemelsbreed ongeveer 2 kilometer af ligt, zijn ze zeer bezorgd. Ze vrezen allerlei vormen van overlast, stank, fijnstof. Ja, dat klopt. En ik vind ook zeg maar, dat je de geurcirkels en de geluidscirkels et cetera moet respecteren. En misschien moet je daar wel een veiligheidsmarge in bouwen. Hè? Dus nog verder eraf gaan zitten. Het kan niet zo zijn zeg maar, dat een woonwijk of iets dergelijks last heeft zeg maar, van een... Want daar gaat het hier om, ik hoor ook keer landbouw. Het gaat om een varkensbedrijf natuurlijk. Maar hoe kun je het vooraf garanderen dan? En dat geeft wel enige overlast. Nou, we hebben het over compleet nieuw bedrijf. Hè. Dus twee oude bedrijven, één is al gesloopt, die andere wordt nog gesloopt. Vervolgens werd die uitgebreid. Hè. Het zijn twee oude bedrijven die worden gesloopt. Hij wil nieuw bouwen op een nieuwe locatie. Dus er komt ook er komt een nieuwe locatie die voldoet aan de nieuwste eisen. Met luchtwassers, et cetera, zeg maar, op die gebouwen. Dus ik vraag me af hoeveel overlast je daar precies van hebt. Want er is destijds ook gesproken over bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater hè, op die plek. Ja. En toen heeft bijvoorbeeld, want ik ben bij de informatieavond geweest, die heeft bijvoorbeeld Boerdek aangegeven, wij gaan geen grond oppompen, grondwater gebruiken, zeg maar. Wij halen dat uit het Twentekanaal. Dus er wordt een waterleiding aangelegd, zeg maar, richting het bedrijf. Ja, oké, maar we hebben het nu over de overlast, hè? Nee, maar ik denk niet dat dat, zeg maar, ja, dat moet beter onderzocht worden, maar ik denk niet dat, zeg maar, een spiksplinter nieuw bedrijf meer overlast gaat geven dan twee oude bedrijven, waar al die nieuwe installaties niet op hebben gezien. Dus last gaat straks voorstemmen? Nee, wij zeggen niet dat wij gaan voorstemmen. Dat ligt eraan, zeg maar, of dat het bedrijf geen overlast geeft, zeg maar, voor de omwonenden. Oké, dat moet nog uitgezocht worden. Nou, de Partij van de Arbeid stemt? Nou, volgens mij geeft dat wel overlast en vooral ook verkeersoverlast, dat denk ik, want het aantal verkeersbewegingen zal ook toenemen, dus dat is niet gewenst voor de mensen in Adorp. En volgens mij zijn de mensen in Adorp ook, die willen graag ook goedkopere huizen bouwen, zeg maar, voor de jonge mensen in Adorp. Dus die ruimte is ook nodig om Adorp uit te breiden. Dus ik denk dat we de verstandig gaan doen om Boerdekken uit te kopen en die grond te gebruiken om Adorp in ieder geval te laten groeien. Meneer Aksen? Ja, daar ben ik het ook gewoon mee eens. We moeten, net zoals ik al eerder zei, stoppen met die megabedrijven. En dan moeten we maar een keer met de Willem Bloot en daar ook gewoon een goede vergoeding geven. Maar dat kost de gemeente 1,2 miljoen, geloof ik, hè? Ja, nou goed, dat is gewoon een politieke keuze. Zo simpel is het. Mevrouw Paul, u stemt voor? Zoals ik Forum voor Rechten op dit moment voor instaat wel. Ik vind het altijd, Forum voor Rechten vindt het altijd belangrijk, want er wordt nu een stelling gebracht zonder alle stukken te hebben gelezen. Mm. Dus als daar andere dingen uit blijken, het is altijd goed om dingen goed onderbouwd en goed gelezen voor te beslissen. Maar zo is er op dit moment, zoals het onderbouwd is. Oké, okay, toch één vraagje tussendoor. Ja, u eet allen vlees? Ik wel. Dan ben ik helemaal met u eens. Ik vind, want ik hoorde net al de opmerking van, dan moeten we wat aan doen, een andere manier van leren. Nee, dan moet je stoppen met varkensvlees eten bijvoorbeeld. U eet vlees? U eet allen vlees? En kies u dan voor de kiloknallers of toch ook voor het... Ik ga altijd naar de slager voor vlees, naar de groenteboer voor groenten en naar de bakker voor brood. Meneer Aksen? Nou, ik ga gewoon naar de supermarkt, dan haal ik alles. En er zal best wel eens iets tussen zitten. Ja, okay. Wat dan niet helemaal kosher is, om dan even zo'n uitdrukking te gebruiken. Maar ik vind ook dat de producenten en de fabrikanten, en of in ieder geval de supermarkten daar een grote stem hebben. Die mogen ook wel best wat meer zorgen voor wat betere, goede, voedzame eten. En daarmee zorgen dat iedereen gezond blijft. Oké, mevrouw Paul. Vegetariër?
Absoluut niet. Nee, ik mag graag vlees eten. En over het algemeen haal ik dat, net als meneer Aksen, gewoon bij de supermarkt. Heel af en toe als ik een lekkere biefstuk ga ik naar de slager. Maar dit is wel een punt dat we dus aandragen. Wij verwachten wel dat de boeren produceren. En zij krijgen daar een hele lage prijs van. En als wij dus dit soort dingen niet willen, dan zullen we daar ook de financiële consequenties van moeten dragen. Niet alleen een afkoopsom van 1,2 miljoen, maar onze hele houding naar de boeren duidelijk. Moet anders. We hebben nog 1 minuut voor 1 stelling. Ik weet niet of dat lukt. Stelling is als volgt. Ook in Almelo grondschaars. Geen landbouwgrond meer opofferen voor andere ontwikkelingen. Ja of nee, mevrouw Pol? Nee, dat kan geen ja of nee. Dat spreekt niet realistisch. Ik denk wel... Oké, nee. Ja. Okay. U weet het niet, dus... ja of nee? Nee. Oké. Okay. Mag ik vragen nog een keer? Want ik begreep ja, de stelling is, landbouwgrond is inmiddels schaars. Geen landbouwgrond meer opofferen voor andere ontwikkelingen in Almelo. Ja of nee? Nee. Mevrouw Kampman? Mevrouw Kampman? Meneer Kampman? Meneer Kampman? Het antwoord is nee, want daarmee zet je alle andere ontwikkelingen op slot in Almelo. En dat kan gewoon niet. Oké, okay. Nou, duidelijk. Dus dit was het tweede blok. En 10 minuten zijn om. Almelo wil uit de samenwerking van Twent stappen met de andere gemeenten. En hoe moet het überhaupt verder met de afvalverwerking in de stad? Een nieuwe discussie, een nieuw panel. Ik stel aan u voor, van links naar rechts, Alfer Ekiskuyu van GroenLinks. Naast hem staat Sergan Koç van Forum voor Democratie. Welkom, een nieuwe kandidaat in het gezelschap. Daarnaast Eugène van Milo, CDA. Behoeft geen introductie, denk ik. En daarnaast Hoertjette van de Les Tjette. Tjette. Welkom, heren. Het thema van dit hoofdstukje is milieu en afval. Daar gaan we het over hebben. Eerst maar eens even over het afval. Ja, ik ben wel benieuwd of jullie een beetje trouwe afvalscheiders zijn. Ja? Ja, ik scheid ze gewoon in de grijze container. En die grijze container zorgt er wel voor dat het gescheid wordt. Nee, ik word er moe van. Je wordt er moe van? Ik heb het altijd gezegd, ik ben geen van ideeën veranderen zoals VVD die het zelf heeft ingevoerd. En uiteindelijk niet Oranje wil afschaffen. Of een meneer Van Mierlo die nu met Oranje containers te koop zegt. Ik heb altijd al gezegd, ik ben tegen. Ik wil geen milieupark voor mijn huis. Dat is het ook. Twee containers, ene keer grijs, andere keer groen. Papier naar verenigingen. Dus alles op één hoop? Alles op één hoop. En achteraf scheiden kan best goed. Dat is een mooi want standpunt. Want uiteindelijk heeft VVD en CDA ook het zon gezien. Dus ik had altijd al gelijk gehad. Mooi standpunt. Meneer Van Milo, bent u het daarmee eens? Dat je afval moet scheiden? Nee, dat je alles op één hoop gooit. Nee, maar dat is zo irrealistisch. Dat kan gewoon niet. Kijk, het is heel makkelijk zeggen van, dan hebben we straks nog 2 bakken achter het huis staan. Maar papier, glas, batterijen, elektrische apparatuur, GFT. Je kan het gewoon niet allemaal in 1 bak gooien. Want je krijgt er prut uit en dat is niks meer waard. En afval is grondstof, dus je moet gewoon daar goed je best voor doen. En wat in de toekomst zou kunnen, is dat je restafval en PMD, dus plastic, metalen en drankkartons, dat je die bij elkaar in 1 bak doet. En dat kan machinaal goed gescheiden worden. We komen er zo op terug. Want de stelling gaat er ook over. Eerst even meneer Koç over scheiden van afval. Doet u dat trouw? Ja, ik doe dat heel trouw. Ik scheid ook alles van plastic en karton en restafval. Maar ook glas breng ik hier bijvoorbeeld naar de Bornsestraat. En dan staat een mooie glasbak en dan zet ik ook alles daar neer. Wat ik wel heb gemerkt is dat tijdens de coronapandemie vanaf het begin zijn veel meer mensen alles gaan bestellen. Ik ook. En daardoor is mijn papierbak altijd vol. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen hier en ook thuis dat ze dat hetzelfde hebben. Ja. Oké. Okay. Ja. Meneer Ekis Kuyu, sorry. Ja, wij doen wel aan bronscheiding. Ja. Wij zijn ook gewoon voor bronscheiding en nascheiding. Uit het onderzoek wat we ook in een recente politiek beraad hebben gezien, is dat het gewoon efficiënter is. Ja. Het restproduct is beter te verkopen, is beter te recyclen. En als je niet aan bronscheiding doet, dan mis je ook een stukje bewustwording. Okay. Wat je de generaties ook wil meegeven. Dankjewel. Heeft iemand overigens wel eens een boete gehad voor een... Nee, meneer Tjert ook niet? Oké. Okay.
Geloven jullie dat? In één keer zitten mijn collega, vooral hij naast mij, de wethouder van Bornebroek, zit te doen net alsof alles zo goed mogelijk scheiden. Of diegenen die niet scheiden, niks scheiden. Natuurlijk groei je glas naar de glasbak. En de batterijtjes lever je, en de chemische afval lever je veilig af. Maar hij was er een paar jaar van terug stellig van overtuigd dat 900.000 euro zou kosten als we de oranjebak afschaffen. Okay. Nu met de verkiezingen voor de zicht, denkt hij dat het nu in één keer anders kan. En hij geeft ook geen antwoord. Hè? Hij zegt misschien ooit een keer in de toekomst. Nee, duidelijkheid. Wat luister, de stelling die gaat hier natuurlijk over. Je was al een beetje opgewarmd voor jezelf. Stellingen zijn altijd mooi. De stelling luidt als volgt. De oranje afvalcontainer voor plastic afval moet blijven. Moet blijven. Dat is oneens. De, nee, oneens. Bent, ja, oneens. Maar ik geest even naar de meneer van Vorm voor Democratie. Dankjewel. Nee, ik denk dat het moet blijven. Ik denk dat het moet blijven, want heel veel mensen in Almelo die hebben ook de plastic bak heel snel vol. En het is natuurlijk ook veel moeilijker om dat te recyclen dan restafval. Want dan kan je gewoon verbranden. En karton kan je makkelijker verwerken dan plastic. Dus ik denk dat moet blijven. Okay, dus plastic gewoon blijven scheiden van de rest in een aparte bak. Ja. Vindt u dat ook? Ja, nou ja, wij zijn voor dat de oranje bak moet blijven. Ook. De argumenten die ik eigenlijk net benoemde, die kan ik wel weer herhalen. Het is een stuk goedkoper dan als je alleen een nascheiding doet. Je kan meer recyclen en ik vind het allerbelangrijkste de bewustwording. Ik vergelijk het altijd een beetje met roken. Op het moment toen roken werd afgeschaft bij uitgaansgelegenheden, treinen, vliegtuigen, was dat best wel een tegengeluid van de generatie die daar middenin zat en de oudere generatie. Maar de nieuwe generatie die heeft daar minder problemen mee. En die accepteert dat gewoon. En ik denk dat kinderen moeten opgevoed worden met van dit is hoe we consumeren. Okay. En dat kan misschien anders, et cetera, et cetera. Dus het bewustwordingsproces, daar hecht ik veel waarde aan. Volgens mij hebben we een wethouder die wil hem afschaffen, of niet? De plastic container. Waar het om gaat is, je kan prima de oranje bak blijven behouden, maar dan kan het zijn dat de grijze bak weggaat. En de grijze bak die is ook gewoon afgeschreven. Hè? Dat is een oude bak. Dus waar het om gaat is dat je de restafval... De grijze bak, voor alle duidelijkheid, dat is de restafval. Voor de restafval. Nee, exact. En de restafval plus het plastic, hè, dat kan bij elkaar in de toekomst in één bak. En dat kan je dus ook machinaal goed filteren, als het ware. Ja, zodat je daar op die manier toch slimmer... Dat zijn we nog lang niet, volgens mij, toch? Ik bedoel, het is op dit moment dat zeker. Het nog niet... Kijk, het probleem waar we mee zitten is dat we op dit moment als gemeente Almelo nog verbonden zijn aan Twents. Twents die is niet van zins om een nascheidingsinstallatie te bouwen. En wat wij stellen is dat wij graag van Twents af willen. Er zijn tal van redenen voor. En op het moment dat je de handen vrij hebt, dan kan je een nette Europese aanbesteding draaien. En dan kan je dus prima als eis stellen dat je binnen x jaar op die nascheiding van PMD en restafval wilt zijn. U bent het voor alle duidelijkheid niet eens met de stelling. Mag ik wat vragen dan aan wethouder van Mierlo? Wethouder van Mierlo, want ik zie geen lijsttrekker hier staan. Dus wethouder van Mierlo, wat wilt u nou? U doet een opsomming en daar bent u altijd al heer en meester in geweest. Dank u. Op het moment dat we Twents afschaffen en dan als we Orgerijs wegdoen en dan misschien dat er een oranje bij komt. Wat wilt u nou? Wat wil de lijsttrekker van CDA? Wilt u oranje afschaffen of niet? Op het moment dat u oranje afschaft, gaat u twee keer per week grijs legen. Wat wilt u? Want u maakt er een heel verhaal van. Ik kan toch niet volgen. Het is hartstikke simpel, ja. Maar dat ligt dan denk ik aan u. Het is heel simpel. Dat kan één van die twee bakken kan weg. En wat mij betreft is dat of de grijze of de oranje. Hè? Zo simpel is het. En dan betekent dat je de ophaalfrequentie gaat vergroten. Want immers, je kan beide afvalstromen in één bak betalen? Stoppen. Dat is allemaal uitgerekend en dat hebben we aan u voorgeschoteld. Ja. En dat is ook keurig netjes in de. Maar ik vind het voor de natuurlijk heel goed dat CDA de grijze bak wil afschaffen. Dat is een mooi verhaal, maar dank u wel. Wat is de motivering dan? Is dat puur gemak en comfort voor de mensen? Want het is niet efficiënter, dat weet u. Het is niet goedkoper. Het bewustwordingsproces, dat pakken we niet mee. Nee, is het puur alleen gemak en comfort? Nee hoor, zeker niet. Want op het moment dat je bekijkt dat wij ontzettend, ontzettend veel afvalcontainers en vrachten die worden gebracht naar ons overslagpunt in Hengelo, dat wordt afgekeurd. Dat we daar dus ook flink voor moeten betalen. Dat betaalt u als inwoner. Dat willen we dus niet. En er is dus gewoon zo gigantisch veel vervuiling, omdat mensen het niet zo goed snappen. En we hebben jaar in, jaar uit, en ik zelf ook als portefeuillehouder, we hebben er 4 jaar aan gewerkt om mensen bewust te maken wat er in welke bak moet. Van stickers tot afvalcoaches enzovoort. Is het u gelukt?
Ik ga je onderbreken. Het is volgens mij duidelijk. Het leidt er uiteindelijk toe dat dus je een keuze kan maken om machinaal die filtering voor u te doen. Duidelijk, meneer Van Mierlo. Ik denk trouwens wel dat u alleen staat in uw standpunt, maar we laten het hier aan deze tafel wellicht. Maar aan deze tafel. Denk dat is mijn constatering. We hebben nog dat het beeld anders is. We hebben nog 2 minuten. We gooien er nog een andere stelling in. Het gaat over milieu. Het gaat over duurzaamheid. Dus de volgende stelling. Nog 2 minuten. 2 zonneparken bij Adorp is meer dan genoeg. Die derde bij de Leemslage komt er niet. Meneer Kotsch. Ik ben het eens dat het er niet hoeft te komen. Als er zonnepanelen komen, dan liever op daken, maar niet meer op veld. Niet meer op het land? Nee. Niet meer op het land? Nee. Hoe vindt meneer Tjerter ervan? Verduurzaming en milieu begint ook bij de onderkant van de samenleving. We hebben volkswijken in Almelo waar het al 50, 60 jaar oude woningen heeft. Als er zonnepanelen moeten komen, als het verduurzaamd moet worden, dan moeten we eerst denken naar mensen die niet in de energiearmoede zitten. En tegenwerken van energiearmoede en klimaatneutraal zien te leven, energie-neutraal zien te leven. Tegen die parken, nee, dat is meer een fact voor... Dus inderdaad, u bent er mee eens, die komt er niet, dat derde park? Die komt er absoluut niet, maar als we alle huizen vernieuwen en alles is energie-neutraal en uiteindelijk keer is de wethouder van Bornebroek komt een keer met een idee van dat het moet, dan zien we dan wel weer. Maar op dit moment ga ik liever voor volkswijken met zonnepanelen. Duidelijk, ik ben benieuwd wat GroenLinks ervan vindt. Ik ook wel even. Nou ja, wij willen het liefst zien dat het op daken wordt neergezet natuurlijk. Ja. Zoveel mogelijk op daken. Op daken, niet op het land. Liever niet op het land natuurlijk. Maar als het echt niet anders kan en we moeten dan zullen we denk ik daar wel voor stemmen. Maar ja, okay. Liever op daken, daar gaat het om. Oké, maar GroenLinks houdt de deur open voor een zonnepark bij het windmolenboek bij de Leemslaag. Ja, okay. Maar mag ik, nou, dan mag meneer Van Mierlo, deze die mag collega's die in de gemeenteraad zitten erop wijzen... 2 dingen. Ook al leg je elk dak vol, dan hebben we nog niet voldoende hernieuwbare energie om in onze behoeften te voorzien. Dat is punt 1. En punt 2 is dat de gemeenteraad van Almelo in de laatste vergadering voor het zomerreces een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor het zonnepark bij de Leemslagen. Dus nu nee zeggen is misschien dat daar een stem op is geweest. Er komen de verkiezingen een tegenstem, maar het feit is gewoon dat het plan komt er. 1. Duidelijk. Tot zover dit blok over het milieu en over het afval. Dank u wel. Er is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Daarnaast zijn er veel sociale huurwoningen die ook sociale problemen met zich meebrengen. Kan en moet Almelo hieraan iets doen? De volgende discussie gaat over wonen. Dat doen we op links met Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo. Daarnaast Isra Abdulatief van Almelo Centraal. Geflankeerd door Jeroen Wiert van D66. En een nieuwe ster aan het firmament van de politiek in Almelo. Elise Klaassen van de ChristenUnie. Eerst een vraagje vooraf. Wie van u woont er in een huurwoning? Alle 4 niet. Ik heb er wel jaren in gewoond. Nou, volle tevredenheid. Zeker. Nou ja, in het begin natuurlijk heb ik ook in een huurwoning gewoond. Jeroen? Ja, ik heb ook heel lang in de ministerhoek gewoond hier in Almelo. Ja. Harry? Ja, ik ook. Waar ik geboren ben, heb ik heel tijd in een huurwoning gewoond. En waar ben je geboren? In de Hulstraat. Of okay. In de Nieuwstraat, neem me niet kwalijk. In de Nieuwstraat, ja, oké. Okay. De stelling gaat namelijk over huurwoningen. Daarvan zijn er 12.000 in Almelo, behoorlijk veel. Relatief gezien zelfs meer in Almelo dan in omliggende plaatsen. En de stelling luidt als dus. Almelo heeft te veel sociale huurwoningen, dat levert te veel sociale problemen op. Daarom is het goed om verouderde huurwoningen te slopen en er minder voor terug te bouwen. Mevrouw Abdulatief, bent u het daarmee eens? Nou ja, kijk, woningen nodig, dat is overal nu in Nederland.
En het gaat om eigenlijk, wij moeten woning mogelijk maken. En de gemeente moet woning mogelijk maken waar nodig is. Of het is nou een sociaal woning. Of, dat is duidelijk. Maar als u nu kijkt naar de stelling, zijn er inderdaad in Almelo te veel? Nee, ik denk op dit moment heb je wel woning nodig voor sociale huurwoning. Maar ook voor starters. Dus dat is wel nodig. Alleen, dat is het probleem hier in Nederland. Dan moeten we even kijken, maar ook in Almelo. Ja. Wij moeten kijken naar wat is nodig. Wat zijn de behoeften hieraan? En dat is belangrijk om hier de gemeente, de regie hier in te nemen. Ik kom straks bij u terug. Meneer Wiertz? Wij zijn niet voor het slopen van sociale huurwoningen. Omdat er ook gewoon voldoende betaalbare huurwoningen moeten blijven. Ook voor starters. Mevrouw Abdulatief zei dat zelf al. Ik heb zelf ook een hele tijd in een sociale huurwoning gewoond. Dus ik vind niet dat we die moeten slopen. Maar we moeten wel koopwoningen bijbouwen. Ja, maar en het deel van de stelling dat te veel sociale huurwoningen mensen aantrekt. Met een, die ook allerlei problemen kunnen hebben. Waardoor je in een wijk een opeenstapeling van problemen krijgt. Wat vindt u daarvan? Nou, dan moet je zorgen dat er een mix is van huurwoningen en koopwoningen in een wijk. Maar volgens mij is de oplossing dan niet om maar rücksichtloze huurwoningen te gaan slopen. Bent u het daarmee eens, mevrouw Klaassen? Ja, ik denk niet dat je zomaar huurwoningen moet slopen. Is de kwaliteit dermate slecht dat mensen dat onbewoonbaar wordt, dan is het wat anders. Maar in principe moeten voor iedereen, zowel mensen met een laag inkomen als met een hoge inkomen, moeten de woningen zijn. Dus ook huurwoningen, maar ook mensen die een huis kunnen kopen. Dus ik ben het niet eens met de stelling? Nou, ik vind niet dat er woningen gesloopt moeten worden. Nee. Meneer De Alde? Ja, ik vind ook niet dat woningen gesloopt moeten worden. Maar slopen en minder terugbouwen? Nee. Wat we hebben is op het moment wel voldoende. Waar we behoefte aan hebben, dat is goedkope woningen. Betaalbare woningen. Maar mag ik u dan toch ergens aan herinneren? De gemeenteraad van Almelo heeft een woonvisie vastgesteld. Heeft u daarvoor gestemd? Ik heb voor die woonvisie gezegd. Heeft u ook voorgestemd? In die woonvisie stond niet dat we woningen gingen slopen. Dat stond er in eerste instantie in, maar dat is er weer uitgehaald. Ik heb voor de woonvisie gestemd. In de woonvisie staat wel dat er inderdaad per saldo minder sociale huurwoningen zouden moeten zijn in Almelo. Nee, er zouden niet wat bij komen. Dat staat er niet in. Nou ja, goed. Laten we deze discussie hier niet voeren. Ik raad u aan de woonvisie nog een keer te slaan. Mag ik even? Er stond wel meer in de woonvisie. Ja, maar we hebben nu hierover. Oké. Dus, Volgens mij stond er in de woonvisie in eerste instantie dat er 3000 woningen gesloopt zouden worden. En is dat er later weer uitgehaald en is het teruggebracht tot een paar honderd. Een paar honderd. Dus toch meer gesloopt worden. Maar goed, we laten dit punt even. U wilde er nog iets over zeggen? Ja, kijk Henk, dat is wel belangrijk om hier wel aan te geven. Visie, dat is niet visie voor nu, maar dat moet ook voor lange termijn. En het gaat om die visie van hoe lang is dat? En wanneer hebben ze dat ook meegestemd? Dat heb ik geen idee, maar ik hoor links en rechts natuurlijk. De ene die niet weet en de andere die zegt van daar stond een ander aantal. Het gaat om een visie voor een lange termijn. Wat heb je nu nodig en hoe ga je die oplossing nu proberen te oplossen en voor later ook? Ja, ik denk ook dat je woningen moet hebben voor jongeren en starters en ook woningen voor ouderen. En zijn er die nu genoeg? Nee, die zijn er nu niet genoeg. Dus daar moeten woningen bijgebouwd worden. Daar willen we ook graag 3000 woningen voor bijbouwen. Dus er moeten sowieso meer betaalbare woningen bijkomen. En dan het liefst in het centrum. Oké, heb ik daar. U begint zelf over het centrum. Nu is het gemeentebestuur van mening dat er in het centrum van de stad eigenlijk al genoeg ouderen wonen. En om verdere vergrijzing van het centrum tegen te gaan, zou er eigenlijk in dit deel van de stad geen complexen voor ouderen moeten komen. Wat vindt u daarvan, meneer Wiertz? Nou ja, daar waren wij het niet mee eens. En dat hebben we toen ook al gezegd.
Wij denken dat de COSBO een mooi plan had voor die woningen. Eigenlijk snappen we niet goed waarom het college daar niet in meedoet. Even voor de orde, dat is een plan van de COSBO, de Ouderenbond, om in het havenblok seniorenwoningen te vestigen. Wat vond u daarvan? Ja, in het havenblok vond ik een hartstikke goed idee van de woningen. Dat die er zo komen, ja. Dat is prima. Maar je kunt natuurlijk niet de hele stad volproppen met oudere mensen. Er zijn natuurlijk ook jongeren die huisvesting ook. Er moeten woningen komen voor jongeren en voor ouderen. Dus een mooie blending van jong en oud. Ja. Zorgt dat de stad ook levendig blijft. Okay. Kijk, dat is het wat de gemeente die daagt en vraagt de inwoners van kom met een plan, maak een plan, denk mee. Dat is en nu dan, gebeurd, hè? Ja. Dat is wat gebeurt en dan komt de COSBO met een mooie plan en willen zij juist wat iets, ook voor over financiering hebben ze hier de plan klaargemaakt met een mooie tekening, dat heb ik ook gezien. En wat doet de gemeente, wat doet dit bestuur, dat schuift het gewoon van af. En dat vind ik niet correct. Vinden jullie alle vier dat jammer, dat plan is afgeschoten? Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar een volgende stelling. Daar hebben we nog ruim 3 minuten voor. En die luidt: om speculanten de pas af te snijden, moet Almelo ook bij koopwoningen een zelfbewoningsplicht invoeren. Ja, duidelijk. Want? Ja, omdat bijna half Almelo die prins zo langzamerhand op mensen zijn die van buiten komen en die huizen kopen. Hoe groot is de problematiek, meneer Wiertz, die uw collega de Olden net schetst? Nou, volgens mij hebben we gezien deze periode dat er ook van allerlei nieuwe koopwoningen direct door projectontwikkelaars of speculanten op werden gekocht. En dan komt gewoon de normale starter of iemand die een goedkoop huis wil, die komt dan niet aan bod. Dus, maar als gemeenteraad hebben we daar ook al voorstellen over aangenomen. Dus ja. dat gaat goed. Mevrouw Abdulatif, u staat bekend als een liberaal. Is zo'n zelfbewoningsplicht, is dat niet in strijd met het principe van de vrije markt? Nou ja, kijk, waar gaat het om? Wij hebben wel problemen hier in Almelo en dat moeten we oplossen. Het is meer dan alleen maar principe. Dus het gaat eigenlijk om die problemen op te lossen. Hoe lost u die op dan? Nou ja, in ieder geval of een soort belasting moet hier komen, dat huizen moet bewoond worden. Het is niet alleen maar kopen om te beleggen en uiteindelijk alleen maar zelf beter maken. En dan uiteindelijk drink je op de woningmarkt gewoon dat we moeten meer gaan bouwen of meer gaan investeren. Terwijl heb je huizen die eigenlijk leeg staan. Nou ja, goed dat u dat zegt, want ik heb een keer een belegger gesproken en die kaatste de bal terug. En die zei van ze kunnen mij alles verwijten, maar de gemeente Almelo, die stelt zelf ook nauwelijks grond beschikbaar voor starters en voor sociale huurwoningen. Klopt dat, mevrouw? Nou, ik wil het eigenlijk even anders stellen. Er zijn nog een heleboel stukken grond die leegstaan hier in het centrum van Almelo. Die staan tussen de huizen in. En wij zouden graag willen dat daar gebouwd wordt. En dan vullen wij die gaten op. Krijg je mooie diversiteit van de architectuur. Noemt u eens voorbeelden? Even kijken. Waar zijn lege plekken? Even kijken. Station. Hier zit een stationsgebied. Mm-hmm. Kunnen wij nog verder bouwen? In het centrum zitten soms. Ja, er is al een goed initiatief bij het Talamini. Daar wordt dat gedaan. Dan zit je bij Bolletje. Daar zit natuurlijk een mooi parkje. Okay. Maar goed, als het dankjewel. Moet. Dankjewel. Even, er zijn genoeg plekken waar je even, zeg maar nog heeft kunt u ook bouwen. Nog een idee voor een fantastisch idee van daar kan iets heel moois komen in Almelo? Ja, wij vinden dat de gemeente dan maar zelf 400 woningen moet gaan bouwen. Hè, ja, de gemeente zelf, maar u kent de stad, u weet waar dat kan. Ja, bijvoorbeeld het Hornbach-terrein. De gemeente heeft daar dan zoveel, schrikkelijk veel geld gekost aan. Bent u daarmee eens? Ik zou zeggen bij de Havenkom in het centrum, dat is ook een prachtige plek om daar te gaan bouwen. Nou. En we moeten de lucht in ook, denk ik. De lucht in. Nou ja, daarmee willen we deze stelling afbreken. De tijd is om en mag ik u danken. Nu het Almelo financieel weer beter gaat, moet er ook weer meer geld gaan naar cultuur en welzijn. Werd 2 jaar geleden nog geprotesteerd tegen bezuinigingen op het Stadsmuseum.
Nu wordt gedacht over een mooie, grotere locatie. Het vijfde hoofdstuk van deze verkiezingsavond. Met opnieuw vier kandidaten. U heeft ze allemaal al een keer gezien. Want we zijn door de helft heen. Ik stel ze toch nog een keer voor. Van links naar rechts Sebastiaan Steutelen, PVV. Louis Kampman van LAS. Jeroen Wiertz, D66. En Oer Tjette van de lijst Tjette. dit blok gaat over cultuur. En ik wil eerst even van jullie allemaal weten hoe het is met jullie culturele activiteit in de stad, Sebastiaan. Wat was de laatste voorstelling, om maar eens wat te vragen, waar je bent geweest in de stad? Laatste kunstvoorstelling was de Barbie-voorstelling in het museum. In het museum, ja. Okay. Ja, met mijn dochter. Ja, dat was heel bijzonder volgens mij. Ja, dat heeft ook heel veel mensen uit het hele land heeft dat hier naartoe gehaald om die tentoonstelling te bekijken. Dat was leuk. Maar als je het echt hebt over zeg maar, voorstellingen cultuur, dan was dat de laatste. Ja. Komen we er zo terug op het museum, kan ik alvast verklappen. Meneer Kampman. Nou, dat is toevallig, want ons laatste bezoek was aan het Stadsmuseum. Okay. Maar dat ging over de schoenen die daarom al tentoon werden gesteld. Ja, ja. Er staat van alles te zien, hè, tegenwoordig. Het is niet meer alleen Almelo. Meneer Wiertz. De laatste, dat was pas geleden Bloemenduel, heet het. En het was in of 88. Oké. En dat was een mooie avond? Dat was zeker een hele mooie avond. Het was eigenlijk vlak nadat de theaters weer open konden. Ja, oké. Dus dat was mooi om dat eindelijk weer te kunnen. Ja. Alleen dat al, hè? Alleen dat al. Dat corona weg is en dat we weer... Dat we weer op stap mogen. Meneer Tjette, gaat u wel eens naar theater? Ja, elke dag. Ja, elke dag? Politieke theater? Zeker. Ja. Ik hou van theater. Ik had ook heel graag een theater spelen willen. Ik weet niet meer. De laatste keer dat ik cultureel was, tijdens de pandemie of net voor de pandemie, was het Stadsmuseum. Maar Okay. Ik ben niet zo'n persoon die daar zelf zo heel veel aan doet, heel eerlijk. Beetje een cultuurbarbaar? Dit denk ik wel, zo werd ik genoemd door collega's. Dat is wel mooi, maar dat ik wil wel als een barbaar me toch als voor menselijk inzetten voor cultuur. Vooral mensen die denken en zeggen dat ze er zelf heel veel van weten, die zijn de afgelopen jaren de grootste barbaren geworden in Almelo. Zo is dat. Nou, leuk. Jullie hebben het allemaal over het museum gehad. Dat komt goed uit, want de stelling die gaat over het museum. Het Stadsmuseum, Stedelijk Museum. Dat wordt ook nog door elkaar gebruikt trouwens. Maar die hebben ambities, die willen groter groeien en misschien wel heel ergens anders naartoe. De stelling is als volgt. De burgerzaal van het oude stadhuis, dat is een mooie plek voor het Stedelijk Museum van Almelo. En de gemeente zou zo'n verhuizing mogelijk moeten maken. Meneer Kampman. Nou, de burgerzaal is natuurlijk niet de juiste locatie. De juiste locatie is natuurlijk het oude pand van Niers, waar ook dat doek is. En het Stedelijk Museum heeft al aangegeven... Wacht even, dat het oude pand van... Niers. Ja. Het Hofkershuis. Grote straat, het Hofkershuis. Oké. Ja. Dus zij hebben al aangegeven dat zij eigenlijk een beetje klem zitten op de locatie waar ze op dit moment zitten. Hè? En dat ze eigenlijk groter willen. Ja. Dat ze eigenlijk niet de tentoonstellingen kunnen organiseren die ze eigenlijk willen. Omdat het pand eigenlijk te klein is, de locatie. Dus wij denken dat dat het Hofkershuis dus, hè, het oude pand van Niers. Ja. Dat de juiste locatie is zeg maar, om het Stedelijk Museum naartoe te verhuizen. Oké. Hoe wilt u dat betalen eigenlijk? Terwijl zij zelf in een coalitie voor 50.000 hebben bezuinigd, omdat de directeur zo verdient, dan wilt hij in één keer het hele Stadsmuseum verhuizen. Ik ben wel benieuwd voor de onderbouwing van de financiën. Hij mag er antwoord op geven. Is dat al geregeld? Ik hoor in de zaal dat het al geregeld is, maar dat is natuurlijk nog niet geregeld. Maar ik denk dat er wel ergens geld te vinden moeten zijn, hè? Want Almelo heeft een begroting van 300 miljoen euro. Dus het zou gek zijn zeg maar, als... Als maar je dat geld niet ergens kunt vinden om het Stedelijk Museum te verhuizen. Tijdens de begroting was die geld er niet. Nu voor de verkiezingen wel, voor alle duidelijkheid. Want we hebben op alle mogelijke manieren gebeurd. Het is steeds tijdens, ja, dat klopt. Maar dat was een opdracht van de raad. Dat was een opdracht van de raad. En dat moet u natuurlijk niet vergeten. En dat was 2,1 miljoen euro. En dat heeft het college moeten uitvoeren. En uiteindelijk heeft het college, geloof ik, een bezuiniging doorgevoerd van 1,7 miljoen. Hij liegt op diverse instellingen. Hij liegt gewoon. Hij liegt gewoon. 1,7 miljoen. Hij liegt gewoon. Dat hebben we bedacht in de tijd. Dat hebben wij bedacht in tijd dat we financieel... Het was een opdracht. Niet was. Sorry. Ja, hij laat me niet eens uitpraten. Maar het was een opdracht van de raad die het college moet uitvoeren. Ja, hoe kijkt meneer Wiertz er tegenaan? Want jullie zijn nog niet aan het woord geweest. Eerst even de stelling. De burgerzaal, is dat een goed idee voor het museum? Nee.
Nou, ik weet niet of de burgerzaal de meest geschikte plek is, eerlijk gezegd. Want ook dat zit dan een beetje uit de loop van het centrum. Dus ik zou dan een centralere plek kiezen. En het Hofkenshuis zou kunnen, maar het kan ook heel goed een andere plek zijn, denk ik. Maar het lijkt me goed om dat te doen, want het is nu natuurlijk wel wat klein. Dus om dan meer bezoekers te krijgen, dan is een andere plek geschikt. Ja, oké. Ik proef steun voor sowieso een nieuwe, ruimere locatie voor het museum. Sebastiaan Steutelen, ook mee eens? Ja, op zich, Partij voor de Vrijheid zou daar niet op tegen zijn om dat te faciliteren. Ik geloof niet dat de gemeente het nou van A tot Z zou moeten betalen. Maar er wordt net de bezuiniging op de subsidies bijgehaald. Hè. En wat ik dan lastig te rijmen vind met elkaar, is dat we ervoor kiezen om bij het Stadsmuseum die 50.000 euro te bezuinigen. Terwijl wij wel zonder blikken of blozen 5,5 ton, wat is het, 6 ton, naar het theaterhotel overmaken. En dat is ook gewoon om de lopende kosten te dekken. En dan, dat vind ik dan moeilijk met elkaar te rijmen. Nou, laat dat maar eens even doorgaan. Even wachten. Hij is meegegaan met al die bezuinigingen, dus hij moet het uitleggen. Nee, nou, hij heeft het toen niet benoemd. Hij was ook voor de bezuiniging van Stadsmuseum, toch? Ik heb daar nog een amendement zelfs voor ingediend om dat geld op te halen bij de subsidie van Theaterhotel. Ja, en om dat naar Stadhuis te geven. Maar uiteindelijk heeft hij voor het voorstel gestemd, toch? Uiteindelijk hebben wij voor die begroting en voor dat amendement van de coalitie gestemd. Voor alle gestemd, duidelijkheid, hij was 95% eens met de coalitiepartij. Ik wou het wel even gezegd hebben. Nee, ik constateer even dat er wel steun is bij jullie voor een nieuwe plek voor het museum. Niet? Nee, want we zitten nu voor de verkiezingen dingen te beloven wat we niet weten. Ik weet niet wat het kost. Ik weet niet wat het ons moet opbrengen. Ik heb tonnen gehoord. Hoe gaan we die tonnen betalen? Er is in de wandelgangen een verhaal dat men wil verhuizen naar de Schuttenstraat, et cetera. Maar ik weet daar als raadslid niks van. Ik weet niet wat het ons kost. Ik heb gehoord dat wethouder toezegging heeft gedaan, maar waar die zijn toezegging op heeft gebaseerd, weet ik ook niet. Nou, laten we nog eens hebben over dat theaterhotel. Hè. Daar gaat veel geld naartoe, een 500.000 per jaar. Meneer Steutelen zou het daar wel over willen hebben, om dat af te schaffen misschien, te heroverwegen. Ja, wat ons betreft worden die subsidies gebruikt voor gewone operationele tekorten binnen een commercieel concern. Mm-hmm. En daar zijn toch subsidies niet voor bedoeld. Meneer Wiertz, u knikt nee, dus dat lijkt me duidelijk, hè? Nou ja, dat is ook gewoon absoluut niet waar. Het is gewoon onzin. Wat is onzin? Dat het wordt gebruikt om de tekorten bij het hotel te dekken. Het is juist andersom. Er gaat geld van het hotel naar het theater, omdat het anders niet uit kan. En meneer Wiertz wil zeggen dat het hotel niks verdient aan het theater en dat het restaurant, de sociëteit, niks verdient aan het theater er en andersom. Het is geen ander stad in Overijssel. Het is een heel concern. Het zijn drie verschillende bedrijven die bij elkaar zitten en die van elkaar profiteren. En ja, daar kan er eentje verliesgevend zijn. Maar is het dan de maatschappij die voor één verliesgevend onderdeel van een verder commercieel bedrijf moet opdraaien? Sebastiaan, er is geen ander stad in Overijssel die cultuur zo goedkoop faciliteert. Wij zitten hier voor Almelo. Wij zitten hier niet voor andere steden in Overijssel. Ik ben het trots als Almeloer. Hengelo kost het 2,5, 3 miljoen per jaar, Rambo Theater. Wij doen het maar met 500.000 euro. En die betalen wij toch niet in Almelo? En ik ga er ook niet naartoe. Maar er zijn genoeg Almeloers die er wel naartoe gaan. En we moeten niet doen, net alsof we familie Hamming zit vol te proppen met geld. Hengelo doet het voor 2,5 miljoen. Er is geen andere stad in Overijssel die het goedkoper doet. Even reëel kijken. Dat zijn Hengelo's keuzes, wij maken andere keuzes. Die willen daar niet aan tornen, aan de subsidie voor Theaterhotel. PVV wel, meneer Kampman, Las? Nou, het is vrij eenvoudig. Ik hoor vanavond heel veel aannames. Ik ken de jaarrekeningen niet van het Theaterhotel, dus ik ga er geen uitspraak over doen. Het gaat om principe, hè? Veel of weinig. Nou, ik denk dat de Tjitter denk ik wel gelijk heeft. Ik denk dat Almelo een van de goedkoopste theaters hier in de regio heeft met 560.000 euro. Mm-hmm. Oké, dus go on. Wat betreft die bezuinigingen die we allemaal hebben gehad, daar zouden we een stelling op los kunnen laten. Laten we dat eens doen. Almelo zit weer goed bij kas. Die bezuiniging moet van tafel. De bibliotheek krijgt weer wat terug. Het museum krijgt weer wat terug. En daar gaat de gemeenteraad, de nieuwe gemeenteraad, maar weer eens naar kijken. Meneer Kampman. Dat denk ik niet. Er is bijvoorbeeld heel goed uitgezocht, zeg maar, welke organisaties waarop bezuinig moest worden. Er is bijvoorbeeld ook naar Averdan gekeken. En toen bleek bijvoorbeeld dat Averdan de subsidie die zij kregen voor een heel groot deel zat op de pot in algemene reserve. Die subsidie wordt verstrekt voor een bepaald doeleind. En op het moment dat je dat daar niet voor gebruikt, zeg maar,
dan wordt dat gewoon, dan moet je dat terugbetalen. Dan wordt dat gewoon teruggevorderd. Dat staat ook in de subsidieverordening van de gemeente Almelo. Dus als je subsidie krijgt, zeg maar, moet je het ook gebruiken voor het doel waarvoor het wordt verstrekt. Okay, op het moment dat je dat niet doet, zeg maar, heb je een probleem. Okay. Dus ja, de bibliotheek Almelo ligt misschien een beetje anders. Ja, u vroeg naar verschillende instellingen. Ja, maar ik ga u afkappen. Okay. We hebben nog één minuut. De vraag is duidelijk. Moet er opnieuw naar die bezuinigingen worden gekeken? Meneer Steutelen. Niet alleen naar de bezuinigingen, maar gewoon subsidiebreed. We moeten gewoon helemaal breed naar het subsidiedomein gaan kijken. Van het hele domein, cultuur, alles van cultuur, welzijn tot sport, alle subsidies moeten we nog eens goed tegen het licht gaan houden. Okay, er is niet alleen bezuinigd, maar we hebben ook nog extra geld gekregen tijdens de coronacrisis van het Rijk. Maar ook dat geld is niet uitgegeven. Dus ik denk dat we de komende periode gewoon dat geld alsnog eens uit moeten gaan geven. Juist. En dat we goed moeten kijken. Meneer Kamman zei, er is een goede afweging gemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk ook onzin. Ze hebben puur gebezuinigd. Jerry, omdat, het laatste woord. Ja, vind ik heel leuk. Ze hebben puur bezuinigd omdat volgens hun de directeuren te veel geld verdienden. En dat was de reden om te bezuinigen van in de belangrijkste instellingen. Of omdat er geld wordt opgepopt. We moeten het teruggeven, maar wel onderbouwd. Helder, duidelijk, dank u wel. Applaus voor deze heren. Drugsproblematiek is in Almelo ook groot. Moet softdrugs gelegaliseerd worden om een einde te maken aan criminaliteit en gevaarlijke toestanden met kwekerijen? De volgende discussie gaat over veiligheid. En die gaan we voeren met Frits Axe van de SP, Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo, Jean van Mierlo van het CDA en Fred Gerrissen van Democraten.nu. Oké, okay, een vraagje vooraf. Heeft u zich wel eens onveilig gevoeld in Almelo? Je gaat het rijtje nou af, denk ik. U mag, Ik heb mij in Almelo nog nooit onveilig gevoeld. Alleen ik heb wel eens van mensen gehoord dat ze zich onveilig voelden maar op straat. Maar dat was een persoonlijke vraag. Nee. Oké, okay, duidelijk. Ja, dat geldt ook voor mij. Het antwoord is daar nee op. Nou, meneer de Olde? Tot nu toch nog niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, nou... Nou, we zijn niet klaar. Maar voor jullie is dat natuurlijk heel mooi. Dus het gaat ook te ver om te concluderen dat de veiligheid 100% is. Dus de volgende stelling gaat namelijk over onveilige situaties. Namelijk illegale hennepkwekerijen. Daar worden er toch jaarlijks tientallen van opgerold in Almelo. En de stelling luidt, legaliseer softdrugs, dan komt er een einde aan de criminaliteit en gevaarlijke toestanden met hennepkwekerijen in de stad. Almelo moet zich gaan opgeven als proefgemeente voor legale hennepteelt. Ik zie meneer Van Mierlo de wenkbrauwen fronsen. Ja, dat klopt. Het CDA is er absoluut geen voorstander van. Je kan wel zeggen, je geeft het vrij en daarmee zijn de problemen opgelost. Maar de ondermijnende criminaliteit die gepaard gaat met alles rondom hennepteelt, die is ja, gewoon maar als je gigantisch groot. Als je het vrijgeeft, dan haal je de criminaliteit er juist onder. Zeggen sommigen. Dan sluit je je ogen Gerrissen? Voor de problematiek die er is. Waar het om gaat is natuurlijk niet alleen de handel erin, maar uiteindelijk ook de gevolgen die je ermee krijgt. Dat betekent dus gewoon dat je hier geen trucjes mee moet uithalen. Het is gif wat je gebruikt, wat de mensen moet je die niet kunnen op een vrije manier kunnen toedienen. Dat betekent dus gewoon, we moeten dat niet toestaan hier in U bedoelt uit oogpunt van volksgezondheid ook. Ja, maar dat is er ook bij. Uiteindelijk van de rit hebben we natuurlijk als gemeenschap en de inwoners van Almelo moeten er ook voor opdraaien voor de zorg van de mensen die je eraan verslaafd raken op deze manier. En je stimuleert er door het vrijgeven nog meer ruimte om dat te gaan doen. Okay, we moeten duidelijk. Dat gewoon aanpakken. Meneer de Olde? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Voor de veiligheid is een behoorlijk ding. Kijk, als we het hier gaan vrijgeven, ja, er zijn ook landen waar het vrij is. Nou ja, dan, u noemt het zelf Duitsland, de nieuwe stoplichtcoalitie in Duitsland. Ja, dan gaat de handel daarheen nog meer heen. Die willen het vrijgeven. Canada geloof ik ook al. Dus, ja goed, maar zolang het nog niet veilig genoeg is, hè, zo verwachten, want die gaan hier voor niks, wordt er steeds controle gehouden, dat er toch wel iets misgaat iedere keer. Okay. En daar moeten we wel aan denken. Meneer Axe? Je moet het vrijgeven, maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet reguleren. Dus je moet zorgen dat je zicht houdt op het verbruik, dat je zicht houdt op de mensen. Dat de mensen die ergens, wat nu eigenlijk ook nog steeds kan, hè, jemig de pemig, daar kun je gewoon wat op halen. Nou, daar hebben we het straks over. Ja, precies. Dus
Dat die mensen kennen wie hun klanten zijn. En ook weten van hoe ze eraan toe zijn. Dus je moet het vrijgeven, de criminaliteit eruit halen. Maar wel reguleren. Wel weten wie wat koopt en hoe ze eraan toe zijn. Ja, maar als je het vrijgeeft, dan kan iedereen het krijgen. En kan er ook iedereen verslaafd aan raken. Iedereen kan nu ook gewoon drank kopen. Iedereen kan sigaretten kopen. En kan er ook aan verslaafd raken. Maar... Dus dat is gewoon iets wat iedereen dan ook... Meneer Gerritsen wil daar graag op reageren. Maakt het al wel heel makkelijk dat je daarmee het probleem oplost. Geef het vrij, het komt allemaal goed. We gaan het reguleren. We moeten dit gewoon niet toelaten. We moeten, als wij in deze stad moeten zorgen voor een stukje beheersbaarheid... moet je gewoon zorgen dat je dit niet toelaat en niet vrijgeeft. Punt. Ja, toch even tussendoor een gewetensvraagje. Meneer Gerritsen, heeft u zelf wel eens drugs gebruikt? En bedoel ik het softdrugs? Ik kan gewoon heel hard zeggen, nee. Meneer Van Mielen? Nee, absoluut nee. Je moet dit ook gewoon niet willen. Je moet mensen ook niet in de verleiding brengen om hier A, te gebruiken. Hè, en B, alle maatschappelijke effecten die dit teweeg brengt, moet duidelijk. Je gewoon niet willen. Meneer Aksen? Nee, ik had er toen ook geen geld voor, ook niet eens voor sigaretten. Meneer De Olden? Nee. Vindt u overigens... Ik ben er nooit aan toegekomen. En ik doe het ook niet. Ik doe het ook niet, oké. Is er bij u in de buurt, waar u woont, wel eens een hennepkwekerij opgerold? Of gebeurt dat bij u in de buurt niet? Ja, het is... Op de schelf was geloof ik wel, maar dat was niet bij mij in de buurt. Aan de andere kant van de week, dan las ik dan in Tabantia. Oké. Ja. Nou ja, meneer Aksen? Nee, in mijn buurt niet. Ik woon een beetje aan de rand van Almelo, vlakbij Kolleveld. Nou, dat is een hele nette wijk, dus daar kom je dat echt niet tegen. Nou, het heeft niet te maken alleen met een nette wijk. Ik kan zeggen, bij mij in de omgeving ben ik het ook niet tegengekomen. Ik denk dat we de helft nog niet eens weten wat er gebeurt. Okay. En laten we daar maar eens naar gaan kijken. Laten we geen misverstand over bestaan. Het is verboden. Is het zo dat, als dat mogelijk is, dat de gemeente samen met de politie nog harder moet optreden? Ja. Ja, daar ben ik absoluut voorstander van. Kijk, er zijn met grote regelmaat ook, dat heeft de krant ook uitgebreid over geschreven, hè, de containers die zijn opengemaakt, de garageboxen, laat ik het zo zeggen. En je ziet gewoon dat daar allerlei materialen ook bij gevonden zijn die ingezet kunnen worden voor de hennepteelt. En ja, het CDA staat gewoon voor een keihard beleid, een zero-tolerance beleid als het gaat om deze materie. Dus dat geeft aan dat het in Almelo een probleem is. Ja, maar het is niet alleen niet in Almelo, maar even op Almelo te richten. Het is een probleem, ook al komt er maar een paar keer voor. Dit moet je gewoon aanpakken en dit moet je gewoon verbannen uit Almelo waar het kan. Dus de gemeente hoeft zich niet op te geven als proefgemeente? Nou, het moet sowieso wel meer toezicht zijn in de wijken. Nee, de proefgemeente wil zeggen dat, het vorige kabinet was daar voorstander van, waar ook het CDA in zit... dat er toch een aantal proefgemeenten komen. Maar ik zou zeggen, ook in mijn tijd als raadslid heb ik me juist, ik weet het nog heel goed, in mijn beginperiode in 2014 keihard uitgesproken tegen de Joint Regulation manifest dat destijds door toenmalig burgemeester Hermans was getekend. Ja. Dit moet je gewoon niet willen. Dus u bent eigenlijk ook niet eens met het standpunt van uw eigen partij op dit? Ja, maar het kan prima zijn dat er landelijk bepaalde ontwikkelingen zijn waarvan je zou kunnen zeggen, laten we op bepaalde plekken iets gaan proberen. Nee, maar het CDA hier in Almelo helder, strak helder. Okay, we doen het gaat niet om landelijk, we moeten ons richten op Almelo. De vraag aan ons Almelo is duidelijk. Ja, willen we dat of willen we dat niet? En dan moet meneer Van Mielo antwoorden, als CDA Almelo doen we niet. Democraten benu zegt, wij willen dat niet. En u zegt ook hard optreden. Exact. Zo is het. Oké. Okay. Natuurlijk moet je hard optreden. Maar er moet gewoon veel meer toezicht zijn. In de weken ook. Ja, nu komen we tot een ander punt. Heel concreet. Jemig de Pemig. Een kwart eeuw. Inmiddels een koffieshop in Almelo. En die had een vergunning voor onbepaalde tijd. En door een wijziging in de algemene plaatselijke verordening. De APV. Is het nu een vergunning van hooguit 5 jaar. Dus de gemeente heeft Jemig de Pemig, ook de tuin, de andere koffieshop in Almelo, aangeschreven dat hun vergunning wordt ingetrokken en dat ze een nieuwe kunnen aanvragen. Jemig de Pemig is heel boos, omdat ze geen garantie hebben dat ze die vergunning krijgen. Is dat terecht, die boosheid, meneer Aksen? Nou, ik denk dat die boosheid wel terecht is. Als je zoveel jaren, dus een halve of kwart eeuw, zei u net, al hebben we bewezen dat je op een goede manier daarmee om kan gaan. En dan op een ene moment op het andere moment hoort dat die regels gaan veranderen.
Nee, dat kan niet. Dat vind ik niet netjes. U bent zelf, hier staan 3 raadsleden aan deze tafel. En die hebben zelf. Staan er 4 hoor. Ja. Nee, ik ben geen raadslid. Okay. Dus, maar die hebben zelf ingestemd met de aanpassing van de algemene plaats. Ik ben wel lijsttrekker over. We hebben hier een lijsttrekker. Absoluut. Okay. Nee, maar goed, er staan hier 3 raadsleden die zelf op het knopje ja hebben gedrukt. Maar op de aanpassing van die APV. Even terug naar die APV. Het betekent dus gewoon heel simpel: er is een keuze gemaakt door de raad in de meerderheid om hiervoor te kiezen. Ja. En als iemand zich keurig aan de regels houdt zoals die is, dan gaan we geen ondernemers pesten. Maar dan moet je gewoon zorgen dat ze zich in die periode van 5 jaar netjes aan de regels houden. Daar hoef je niet boos om te zijn, maar het is gewoon een regulering van de softdrugs in Almelo. En ik denk dat dat gewoon meneer een goede de Olde, als het aan u ligt, krijgt Jemig de Pemig een nieuwe vergunning? Als ze zich altijd netjes aan de regels hebben gehouden, dan kunnen we het alsnog bekijken waar we het meer gaan doen. Nee, maar de vraag is, krijgt hij de vergunning als hij zich aan de regels houdt? Ja of nee, meneer de Olde? Ja, daar kunnen we het nog over hebben. Dan gaat hij nog. Ja, kijk, dat is weer geen besluit. Wilt u daarmee zeggen dat het voor u geen uitgemaakte zaak is dat er een koffieshop in Almelo. Nou, als het allemaal picobello voor elkaar is. Ik heb verhalen gehoord dat het niet zo is. Dan is het. Oké. Duidelijk. Heel kort nog even naar een ander puntje. U heeft het zelf te bedden gebracht. Stadsmariniers moeten er komen in Almelo voor een betere veiligheid. Ja. Meneer. De Olde. Ja, stadsmariniers, daar kunnen ze allemaal zo om lachen. Maar het mogen ook veiligheidsambtenaren zijn. Hè? Misschien is dat een beter woord of zo. Meneer Gerritsen? Natuurlijk, je moet gewoon zorgen dat in de wijken de veiligheid gewaarborgd is. En dan wat voor naam je het ook geeft. Ook met superambtenaren die... Maar laten we het vooral niet te breed maken. Er moet controle zijn in de wijk. En in wat voor vorm je het ook inricht. Mag dat een wijkmarinier zijn? Dan mag dat een wijkagent in wat voor vorm dan ook. Kan er nog een schepje bovenop, meneer Axen? Nee, het is absoluut te gek voor woorden. We hebben hier politie in dit land en die politie moet gewoon uitgebreid worden. Er moet gewoon weer wijkagenten in de wijk komen die de mensen kennen, die de jongen kennen, die met de jongen in gesprek kunnen gaan. Er moeten geen andere groepen erbij hebben die misschien wel met bepaalde regels, op een bepaalde manier meneer gaan handhaven. Meneer Van Mierlo, het laatste woord op dit punt. Toezichthouders zijn belangrijk, hè? En als BOA's staan met bepaalde... kwalificaties als het ware, dat toezicht kunnen uitvoeren. Wij zijn daar voorstander van, juist om die veiligheid in de wijk te garanderen. Punt. Dank u voor uw... Dank u voor... Nee, we stoppen er nu mee. Dank u voor de bijdrage. Sporten is gezond voor lichaam en geest. Jongeren moeten daarom gestimuleerd worden om te gaan sporten. Daarom moet sporten onder de 18 jaar gratis worden. We zijn alweer toe aan het voorlaatste blokje van deze verkiezingsavond. Daar staan we 4 kandidaten. Ik ga ze weer even aan u voorstellen. Links staat Herman Zwering, dat is inderdaad een nieuw gezicht. Vanavond. Hij is de nummer 2 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Welkom. Daarnaast staat Bert Hummels. Die kent u inmiddels. Leefbaar Almelo. Elise Klaassen van de ChristenUnie. En de heer Sergan Koç van Forum voor Democratie. We gaan het hebben over sport en maatschappij. Dat is het thema in dit discussieblokje. Ja, eerst maar eens even een rondje, meneer Zwering. Sport u wel eens? En zo ja, waar? Nee, ik sport niet. Want ik heb al 30 jaar last van mijn rug, dus ik hoef helemaal niks te doen. Mm-hmm. Het opstaan valt me al zwaar, maar dat maakt niet uit. Maar nee, ik sport niet. Wat ik wel doe is natuurlijk met mijn vrije tijd. Ik ben nog voorzitter van LANOS, dus de scoutingvereniging. Daar kan ik mijn kwaliteiten wel kwijt en ook zorgen dat die mensen mooi hun ding kunnen doen. Oké. Meneer Hummels? Voetbal, hè? All-stars, ik niet? Fiets veel, ik loop veel. Ik praat soms veel te veel, maar dat doet er niet toe. Ik voetbal nog steeds, ja. Ik ben op mijn 10e begonnen. Ik ben nu een stuk ouder en ik voetbal nog steeds. Bij, hoe heet het ook alweer? Goldstars, Heracles Almelo. Ik was bijna vergeten, dus ook wat. Ja. Niet meer bij Rietvogels, geloof ik, hè? Nee, Rietvogels bestaat niet meer. Ik ben daar wel ooit bij betrokken geweest. En die zijn in 2012 gefuseerd met DVO. Ja. DRC, ja. Oké, dank, mevrouw Klaas. Ja, ik doe aan moderne dans en ik ga op de fiets naar het werk als het even kan. Okay. En af en toe spring ik in het zwembad. Okay. Doe eens een muziekje op, gaan we dansen. Ja, toch nog even moderne dans. Dat vraagt om een toelichting. Mag dat? Ja, vroeger deed ik heel veel aan klassiek ballet. Maar nu ik ouder ben, is dat een no-go eigenlijk. Dus toen ben ik naar moderne dans gegaan. Oké. Okay.
Oké. Okay. De coach? Sporten in Almelo? U woont in Almelo, voor alle duidelijkheid, ja, toch? Ja. Ik was vroeger heel erg actief bij de Basic Fit aan het Groenplein en aan het stadion. Maar sinds die de corona kan ik niet meer gaan. Ik weiger ook om een QR-code te gebruiken. Sindsdien is het al niet meer gekomen. Maar ik doe ook naast de fysieke sporten ook aan denksporten, zoals schaken. Okay, ja. Dat is wat ik nog elke dag doe. Ja, dat behoort zeker ook, dat sporten, ja. Schaken. Oké. We gaan een stelling tegenaan gooien. Die luidt als volgt. Mensen met een minimuminkomen mogen straks gratis zwemmen in het nieuwe zwembad. Meneer Hummels, is dat een goed idee? Ja, dat mag. En ze mogen van mij aan alle sporten gratis meedoen als we dat kunnen regelen. Laat meteen maar eens even breed trekken. Gratis sporten voor mensen met een smalle beurs? Ja, dat, inderdaad. Daar zou je wel een pleidooi voor willen houden bij deze. Moet ik dat nu doen? Of nee, ja, nee, dan gaat het veel te lang duren. Door het te zeggen is genoeg. Ja. Je trekt de stelling al mooi breed. Uw buurman. Ja, ik denk dat dat een hele verstandige keuze is. We willen graag een gezonde samenleving, gezonde inwoners. En dat betekent dat je sporten moet faciliteren. En als je het niet kunt betalen, dan moet de gemeente ervoor zorgen dat ze het wel kunnen. En welke sport dat dan ook maar is, dat maakt mij niet uit. Als mensen zich er wel bij voelen en zich verbonden voelen met iets, dan heeft het ook een meerwaarde in hun zijn in allemaal. Oké. Ja, gratis sporten, mevrouw Klaassen. Kansengelijkheid, ook op het gebied van sport en muziek en dat soort dingen, juich ik toe. En ik gun iedereen dat ze een keer een baantje kunnen trekken in het zwembad. Ja, dus u vindt het ook wel een goed idee dat, om maar weer terug te gaan naar het zwembad dan. Dat mensen die dat moeilijk kunnen betalen daar straks een gratis abonnement krijgen. Ja, zeker wel. Ja, ik bedoel, als het echt nodig is, ja. Nou, Forum voor Democratie. Gratis zwemmen op kosten van de maatschappij. Ja, het is. Is dat wat? Het is wel mooi dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ik denk ook dat het goed is om bijvoorbeeld zwemmen onder de 18 gratis te maken. Zodat er toch al meer mensen actiever willen worden en ook gewoon naar buiten gaan. Ik denk dat goed is. Ja. Ja? En waar moet dat allemaal van betaald worden, meneer Hummels? Ja, dat lijkt me heel goed. In de zaal wordt al gezegd dat het bestaat niet gratis. Maar ik hoop dat de mensen die genoeg geld hebben daarvoor betalen. Een beetje solidariteit in de maatschappij, dat mag wel. Je moet in elk geval zoveel mogelijk dingen naar de draagkracht regelen. Maar hoe stel je dat voor dan? Er zijn zat mensen met poen zat. Laat die maar zorgen dat kan. Maar nou even de praktijk dan. Dan moet de gemeente dus gaan bedelen bij mensen. Dan laat je die gewoon iets meer betalen voor het sporten. Nee, mensen met die veel geld hebben. Dan laat je die wat meer betalen voor het sporten. Dan kunnen anderen voor niks sporten. Ja, een beetje solidariteit in de samenleving, dat vind ik wel fijn. Dat ziet u wel voor zich. Mevrouw Klaassen, is dat misschien te kort door de bocht? Of, Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat het best wel lastig is om te bepalen van wie komt daar nou voor in aanmerking. Ik denk wel dat kunt u die vraag eens beantwoorden? Ik denk dat wij coaches en het maatschappelijk werk op zich wel zicht hebben op welk gezin kan het echt niet betalen. En voor welk gezin is dit echt heel moeilijk. En dan zijn daar regelingen voor hoe je op een voordelige manier of gratis kunt sporten. En ik denk wel dat je die weg moet bewandelen voor het gratis sporten, zeg maar. Ja. Want anders wordt het een beetje een vrijblijvend iets van, nou ja, ik heb deze week ook niet zoveel in mijn portemonnee en dan kan ik ook gratis zwemmen. Ik bedoel, daar zit wel ik vind wel dat het echt zo moet zijn dat mensen dan dat niet kunnen betalen. Hoe stelt u zich dat voor, meneer Swerink? Zo mooi, hè? Ja, het klinkt ook heel mooi, maar ik zit eigenlijk te denken aan de verkiezingsdiscussies van 4 jaar geleden. Er werd er nog voorgesteld, met name de Democraten, nu er komt een grote subsidie om het zwembad te bouwen. Nou, die subsidie is er niet gekomen, dat is dan heel erg jammer. Het zwembad komt er wel. En dat zwembad, dat heeft nou één nadeel, een heel groot zwembad. Dat zwembad staat nog met vaste regelmaat behoorlijk leeg. En er zijn heel veel momenten waarop dat best gebruikt kan worden op een andere manier. En volgens mij is dat met elkaar afspraken maken van hoe kun je dat reguleren. En dan zijn er veel mogelijkheden om dat ook voor deze inwoners voor elkaar te maken. Ja, oké, maar het is een hele andere discussie die u aansnijdt. U wilt een andere invulling van het zwembad? Nee, ik wil geen andere invulling van het zwembad. Ja? Ik zeg alleen maar dat er ruimte genoeg is om het gratis zwemmen mogelijk te maken. Financiële ruimte? Nou, financiële ruimte. Dat zwembad, dat staat er. Dat water zit erin. Dat water is op temperatuur. Of er nou gezwommen wordt of niet gezwommen wordt. Die exploitatielast, die is er.
Dus laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Als er nu geen, als de helft van de capaciteit maar gebruikt wordt, hebben we toch de helft over. Ja, dus? Dus dan kunnen daar ook mensen in die geen geld hebben om te kunnen zwemmen. Ja, ja. Ik denk dat je het ook breder moet trekken. Als je het hebt over beweging. Er zijn ook heel veel methodes en mogelijkheden om gratis te bewegen. Dus je kunt gaan wandelen, je kunt gaan fietsen. Je kan YouTube-filmpjes gaan kijken en daar een workout op doen. Ik denk als we elkaar daar bewust van maken dat je ook gratis kunt sporten, zeg maar. Thuis of in je eigen omgeving. Dan kunnen we ook mensen makkelijker in beweging krijgen. Ja. Forum voor Democratie, ja, nog steeds bij het standpunt. Ik denk dat als ik hier kijk, dat ik de jongste persoon hier ben. Ik ben 26. Uh-huh. En ik denk dat, zoals Jeroen Wiert dat volgens mij net zei, is er nog steeds coronageld die niet is gebruikt. En wellicht kunnen we dat gebruiken om mensen, dus onder de 18, gratis te laten zwemmen. Omdat er dus... ja, dus we laten zeggen het theaterhotel. Er wordt een 500.000 aangegeven, werd gezegd. En dat is dan denk ik meer voor de oudere mensen. Want ik denk dat de jongere mensen dan niet zozeer zal aangetrokken worden. Okay. En sporten wel. Dus op die manier kan je dat dan zo financieren. Okay. En ook nog de jongeren bereiken en dus blij maken. En zorgen voor een gezondere samenleving binnen Almelo. Nou, de wethouder van Financiën die was hier. Ik weet niet of hij er nog is, maar die heeft er weer een suggestie bij. Wat hij kan doen met het coronageld voor de... Ja, mensen met een smalle beurs naar het sportpark. We hebben nog 2 minuten en 12 seconden. Ik snij nog 1 stelling aan. Eentje, recht voor z'n raap, heeft ook met sport te maken. De ISPA, onze topsporthal, is zijn status als topsporthal kwijt. Kost veel te veel geld en moet dicht. Meneer Zwinnink. Ik denk als we kijken of hij zijn status kwijt is, daar kan ik weinig of niets over zeggen. Wordt geen topsport meer bedrijven daar, nou ja, nauwelijks. Wat van belang is om dan die topsport weer naar binnen te halen. Hè? Want de laatste topsportploeg die er zat was volgens mij de handbalploeg die naar Vroomshoofd vertrokken is. Volleybal. Dank jullie dan. Het is niet wel met een bal, hè? Dank. En dus die is naar Vroomshoofd vertrokken. En ik denk misschien dat de gemeente zich daar meer op in moet zetten om te kijken hoe kunnen we daar topsport weer terugkrijgen. En hoe kunnen we het onder de aandacht brengen dat dit dus wel weer op deze manier gebruikt kan worden. Want het is natuurlijk een complete zaalinrichting waarvan alles kan. En daar moeten we trots op zijn. Maar er moet wel aan gewerkt worden om het ook van de grond te krijgen. Actievere rol van de gemeente om topsportclubs hier naartoe te halen. De constatering van we hebben geen topsport meer, dus hij kan dicht. Ja, dat zijn van die constateringen die zijn eigenlijk vrij kort door de bocht. En je moet er energie op zetten om vervolgens ook aan de toekomst te werken met elkaar. Okay. Ik ga even naar meneer Koch nu, de ISPA. Bekend bij u, neem ik aan? Bekend, maar ik ken de begrotingen niet. Ik ken ook niet de situatie, dus ik weet niet of ik er een oordeel aan kan geven. Nou ja, kijk, hij is ooit gebouwd voor veel geld om daar topsport te laten plaatsvinden met clubs op niveau. Ja. Dat is niet gelukt. Kost veel geld. Ja. Wat moet je met die hal? Ja, ik weet niet hoeveel geld het kost en hoeveel het opbrengt. Ik denk dat het dan ook belangrijk is inderdaad om topsporters weer proberen binnen te halen. Maar in ieder geval dus... Voordat de tijd om is, sorry dat ik jou onderbreek, dat is niet netjes hoor. Maar Bert, nog even snel. Er is volgens mij, jij wil ook nog, er is volgens mij genoeg topsport, maar het ligt eraan wat je topsport noemt. Ja. De zaalvoetbal die er zit... Is een redelijk niveau. De Goldstars in elk geval niet. Ro Klaassen, we hebben nog een paar seconden. Die daar zit. Ja. Ik denk dat we veel meer moeten samenwerken met de middelbare scholen. Want daar zit het talent. Daar zitten de jongeren die topsport willen gaan bedrijven. En ik denk dat die jongeren er wel zijn. En dat we daar weer een nieuw impuls aan kunnen geven. Door jongeren te stimuleren om hun talent in te zetten voor topsport. Dankjewel. Applaus voor deze kandidaat. Applaus. Na jarenlange stilstand barst het XL Business Park nu uit zijn voegen. Mag het verder groeien richting Wierden over het kanaal? Of is het nu mooi geweest? We zijn alweer aangekomen bij het laatste blok. En dat doen we met Alfer Egiskuyu van GroenLinks. Arjen Maathuis van de VVD. Isra Abdelatief van Almelo Centraal en Patricia Pol van Forum voor Rechts. En het gaat over economie.
Ik zag meneer Maathuis al geruststellend knikken. Dat staat u wel aan, geloof ik, of niet? Ja, absoluut. Een vitaal bedrijfsleven is heel belangrijk voor Almelo. Oké, u heeft uw reclame al inmiddels alweer gemaakt. Ik wil eerst even vragen. Wat doet u zelf? Werkt u in Almelo? Mevrouw Pol? Ja, ik werk in Almelo. Ik heb een eigen juridisch kantoor. Ik sta ondernemers bij als belangenbehartiger op juridisch gebied met allerlei zaken. Oké, heeft u een eigen kantoor? Ja, ik heb een eigen kantoor. Dat zei ik net. Oké, u bent vrij bekend in Almelo, maar ik vraag het toch. Nou ja, dank u wel. Ik werk hier in Almelo sinds 1997. Een eigen boekhandel in Almelo. Oké, en meneer Maat, ik vraag het toch. Ik zit in de dagbesteding, zeg ik al. Nee, maar ik ben wethouder bij de gemeente Almelo en met heel veel plezier en heel veel genoeg. Wilt u wethouder blijven overigens? Ja, maar de kiezer is eerst aan zet. De kiezer is eerst aan zet. Oké. Ik denk daar mogelijk anders over. Meneer Iskiskuju. Ik kom uit de sportwereld. Ik ben personal trainer en medisch fitness trainer. Alleen op dit moment gaat dat een beetje lastig. Ja, kunt u zelf ook trainen? Heel beperkt. Omdat u toch geblesseerd bent? Ja, dat zeg ik. Ja, inderdaad. Dus ik kan wel wat bewegingen maken, maar ja. Oké. De stelling gaat over het regionale bedrijvenpark XL Business Park. En wel over de uitbreidingsplannen, waarbij het oog is gevallen op een gebied van 140 hectare aan de overzijde van het Twentekanaal, de zogeheten kanaalsprong. De stelling luidt als dus: uitbreiding XL Business Park houdt voor eens en altijd op bij het kanaal. In het beoogde gebied moeten huizen worden gebouwd. Met andere woorden, niet doen. Wat denkt u, mevrouw Pol, als u deze stelling hoort? Forum voor Rechts wil goed onderbouwd weten welke andere bestemming eraan komt. Maar het XL Business Park is zeker geen uitgemaakte zaak voor Forum voor Rechts. Het is gebleken, we willen eerst gewoon duidelijkheid wat dat XL Business Park oplevert. Vooralsnog zijn dat vooral heel veel betonnen dozen waar wij geen duidelijkheid over hebben gekregen hoeveel daadwerkelijke werkgelegenheid voor Almeloers oplevert en de kwaliteit van het werk voor de Almeloers. U bent nog niet zover. Mevrouw Abdelatief, bent u tevreden met de inrichting? Als wij over een nieuw XL Business Park op dezelfde manier zoals het XL Business Park 1, dan zijn we niet voor. Wij zijn niet meer voor meer distributiedozen. Wat zou er dan moeten veranderen? Hoe bedoelt u? Als veranderen met wat? Bij een eventuele uitbreiding? Nou, bij eventuele uitbreiding dan praat je over bedrijvigheid die eigenlijk leveren ze werk voor Almelo, maar ook goed voor de economie, voor regionaal, maar onder heel streng voorwaarden. En daar gaat het om, van wat voor bedrijven komen ze hier, wat voor stabiele arbeidsmarkt moet zijn, wat zijn de toevoegwaarden hier in Twente en zeker in Almelo. Oké, dank u wel. Meneer Maathuis, bent u tevreden over de huidige invulling van XL1? Nou ja, er zitten hele prachtige bedrijven op dit moment op XL Park 1. Kees Smit, Almelo's bedrijf, mm-hmm, met ook veel kantoorfuncties. VDL Energy Systems zitten, Technotion gaat er naartoe. Dus er zitten ook, het is niet allemaal logistiek. Ik ben het wel mee eens ook met mijn buurvrouw, mevrouw Abdelatief. Verdozing van het landschap, de kritiek die overal klinkt. Ja, er worden behoorlijk wat eisen gesteld aan de beeldkwaliteit op XL Park 1. Nou ja, als u 1. Over de A35 rijdt, dan is dat toch een mooi verstedelijkt gebied. En ik denk dat je inderdaad eisen kunt stellen aan de landschappelijke inpassing vanuit het platteland bekeken. En daar moet je op investeren. Is dat tot dusver goed gegaan dan op XL Business Park? Als je kijkt naar de inpassing vanuit Bonnebroek bekeken, dan zijn daar grondwallen aangelegd, is er geïnvesteerd in extra natuur. En ik denk dat bij XL Park 2, want daar praten we over. Daar is Bonnebroek ook op tegen, hè? XL Business Park 2, als je het hebt over die ontwikkeling, dat je dat in samenspraak met Stichting Dorpsbelangen moet doen en dat je tot een prachtig inpassingsplan kan komen. Meneer Iguiscuju.
Ja, dat is een dubbele stelling wat u ons voorlegt. Hè? Ja. De tweede stelling of de huizen moeten komen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Nee, daar komen we straks. Oh, oké. Okay. Stoppen met de uitbreidingsplannen. Ja, dat vinden wij van wel. We twijfelen aan de meerwaarde van de bedrijven die er zitten. Vooral logistiek. Dus dat betekent, ja, hoeveel banen komen er? Wat voor soort banen? Wat voor soort mensen trekt het? En kunnen mensen uit Almelo en de regio wel instromen in die bedrijven? En ik heb het vermoeden van niet. Dus ja, wij zien de meerwaarde er niet van in. En er wordt gezegd, ja, het is goed voor de bedrijvigheid. Maar wat is dat dan precies? Het gaat ook om banen voor de toekomst. Hè? Dus als je er nu op gokt dat bedrijven wegtrekken uit deze regio doordat je ze geen ruimte biedt, dan kan dat betekenen dat je over een aantal jaar, 10, 15 jaar, met een enorme werkloosheid zit. Is dat een serieuze dreiging? Ja, dat is een serieuze dreiging. Ja. Noem eens een paar bedrijven die dreigen weg te trekken dan. Nou, dat ga ik niet doen. Maar we hebben op de wachtlijst van de gemeente nu voor 50 hectare aan bedrijvigheid staan die geïnteresseerd. 50 hectare? Even, ja. Laat het je even doordringen. 50 hectare aan uitbreidingsbehoeften op dit moment. Maar als het allemaal logistieke bedrijven zijn. U zou nu al kunnen. Nee, het zijn geen logistieke bedrijven. Zijn dat veel high-tech bedrijven? Nou, lokale bedrijven meneer, die hier mevrouw, nu Abdelatief, ik was bijna van mijn apropos. Ja, dankjewel Henk. Kijk, het gaat om bedrijven die hebben ze ingeschreven. Ik zie het zo. Net als woningen, er zijn mensen die schrijven ook voor bij de woningcoöperatie. En misschien die schrijven ze ook bij verschillende gemeentes. In dit geval kan het ook bij bedrijven. Dus ik wil het wel zien. Wat voor bedrijven? Wat zijn de toevoegwaarden hier in het regio? Maar ook hier zeker voor Almelo. Oké, maar mevrouw Pol. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, het landschap gaat naar de knoppen zo. Dus, nou, dat vind ik zeker. En ik merk ook dat er veel mensen zijn die dat ook vinden. Het is echt geen schoonheidsprijs als je naar links kijkt en je gaat Almelo Zuid af. Nee. Ik, voor een voorrecht wordt daar zeker verdrietig van. Hoe noemt u dat? Almelo Zuidas? Uit Almelo Zuidaf. Oh, Almelo Zuidaf. Ik dacht, ja, dus je bent met de auto veel meer, Almelo Zuidaf. Als je doorrijdt ga je stuiteren. Heb ik een keer gezien iemand in de mist. Dat is niet te prettig. Ik ben er heel wat van plan hier in Almelo. Nee. Neem me niet kwalijk. Nee, maar ter verduidelijking. Altijd fijn. Waar hebben we het over? Okay. Ja. Dus nee, dat is zeker ook een aspect. Almelo profileert zich in allerlei visies als een groene stad. En Forum voor Rechten heeft dat ook wel eens vaker vragen over gesteld. Hoe groen is dat? En dan zeggen ze van ja, we hebben daar 3 vierkante meter tuintjes aangelegd en we leggen wat groen aan in het water bij het stadhuis. Maar er gaan dozen complete hectares beton komt ervoor terug. Hoezo is Almelo dan nog een groene stad? U heeft het gemaakt. Meneer Maathuis, mag ik ook even als wethouder aanspreken? Ja, ik sta je als lijsttrekker. Nou, daarom vraag ik het ook. Ik sta hier als lijsttrekker. Wilt u daarmee zeggen van nee? Ik ben altijd aanspreekbaar en bevraagbaar. Nou maar goed, ik sta hier als lijsttrekker. Dat is duidelijk. Laat ik u een vraag stellen. Vanuit Wierde, buurgemeente Wierde, kringt er kritiek. Ja. Die zijn niet blij met de voortvarendheid waarmee Almelo dit plan zeg maar voor het voetlicht brengt. Ja. Bent u als lijsttrekker het eens met de kritiek uit Wierde? Ja. Nee. En ik denk dat wij al 2 jaar te laat zijn. De bedrijven, de kavels op XL Park 1, maar ook andere bedrijfskavels in heel Twente, zijn in een heel hoog tempo in de afgelopen jaren duidelijk uitgegeven. Ander punt. Dus zul je nu snel moeten doorschakelen om bedrijven de uitbreidingsruimte te bieden die belangrijk is. Want aan al die bedrijven hangen ik weet niet hoeveel gezinnen. Okay. Een van die kritische die punten op de is vanuit Wierde klinkt dat de wethouder economische zaken van Almelo een foutieve voorstelling van valse voorstelling van zaken heeft gegeven. De kritiek klinkt. Hij heeft gezegd, en dat heb ik ook zelf gehoord, dus dat klopt, dat de grond waar het plangebied dat het eerst van de gemeente Wierden was, en nu van Almelo en mee de laatste gemeentelijke herindeling in 2001 naar Almelo is gegaan. Ja. En vanuit Wierden, zeg maar, dat is, maar ik weet niet wie dat gezegd heeft. Dat heeft de wethouder Koes gezegd. Ja, wie heeft dan gezegd dat die grond ooit van Wierden was? Dat heeft de wethouder Economische Zaken van Almelo gezegd. Ik heb het hem zelf horen zeggen. Volgens mij niet. Leemslagen was Wierdens grondgebied. En het projectgebied XL Park 2 was vroeger Bonnebroeks Bons grondgebied. En het is samen met Bonnebroek
aan de gemeente Almelo. Oké, okay, dan raad ik u toch één ding aan. Het eerste politieke... Straks, mevrouw Appellatief. Dan zou ik het eerste politieke beraad XL Business Park toch nog een keer weer afluisteren. Ja, wat ik gezegd heb, is dat het gevoelig ligt bij de gemeente Wierden. Omdat alles wat aan de overzijde van het Twentekanaal gebeurt... men als een bedreiging ziet. En ik roep op tot samenwerking. Ja, okay. En dat heb ik ook richting meneer Koes gezegd. We kunnen deze handschoen ook gezamenlijk oppakken. En ik wacht nog steeds op een antwoord. U heeft ook iets meer gezegd. En het laatste woord deze geven aan mevrouw Abdelatif. Dat is precies wat Almelo doet. Ruzie met de buren. Met eigen mensen zelfs. Kijk naar hoeveel rechtszaken die lopen ze hier in Almelo. Beste Arjan, ik zou zeggen juist. Doe goed met de buren. De buren zijn onze buren. En daar moeten we ook heel goed opletten met wat we doen. Tijd voor redelijkheid. Wij eindigen met de goede raad van mevrouw Abdelatif. En dit was de laatste stelling. En ik wil u bedanken. Tot zover dit verkiezingsdebat. Ik dank de dames en heren politici voor hun inbreng. De kijkers van A-Visie, dank voor uw belangstelling. Over 2 weken dan gaan we hier op deze plek op herhaling. We kijken er naar uit. Tot dan.